Oh, wat een sukkel. Als het goed is, horen jullie me nu wel. Oh, wat erg. Zit ik een heel verhaal te vertellen? Jullie horen me nu wel, hè? Kijk, iedereen blijft met die verhoren je niet. Ik heb heel erg leuk. Nou, even voordat ik weer mijn verhaal ga vertellen, doe ik het wel zo. Ik zie Eline al. Je geluid staat uit, Maris. Nee, horen jullie me nu wel? Ik zie nog steeds overal, ik hoor niks. Ja, maar dat duurt echt een halve minuut voordat ze... Ja, dat denk ik. Ik wacht wel gewoon eventjes. Oh ja, hé, hey, ja, ha, 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 ja, oké, oké. Ja, weet je, ik denk, wacht wel even voordat ik weer de hele tijd tegen niks zit te kletsen. Ik heb een andere microfoon. Nou ja, deze heb ik inmiddels echt al de laatste 10 streams, maar hij is anders dan die ik had. Deze kan ik namelijk... Kijk, als ik zo doe... Kijk, en zo horen jullie me weer wel. Ik kan hem namelijk muten door mijn vinger er tegenaan te tikken. En eigenlijk als ik klaar ben met de stream, doe ik hem automatisch muten en dan schuif ik hem weg. Maar ik heb hem dus nog op gemute staan. Oké, we beginnen weer lekker. Wat ik aan het vertellen was, toen hij dus net op mute stond, was dat ik zei... Jongens, het is een hele spontane stream. Daar begon ik mee. Voor de mensen die konden liplezen, die hebben het kunnen verstaan. Voor de mensen die niet konden liplezen, ik vertel het nog een keer. Ik zei dus, het is een hele spontane stream vandaag. Dus vandaar ook deze issues. Want wat namelijk zo was, is dat ik helemaal into the Sims was sinds gisteravond. Dus ik was vanmiddag thuis en ik had even 2 uurtjes niks. En toen dacht ik, zal ik eens eventjes verder gaan met mijn boerderijtje? Dus ik heb eigenlijk vanmiddag weer verder zitten bouwen. En ik had het ook gedeeld op Instagram. En toen kreeg ik al heel veel reacties van... Oh, je gaat toch niet gewoon verder zonder ons? En je gaat toch wel gewoon het nog met ons delen? En toen dacht ik, nou weet je, ik wilde nu weer verder gaan spelen. Ik denk, ik ga wel gewoon live. En dan ga ik die laatste dingetjes die ik nu nog wilde doen... gewoon even samen met je doen. Dus ik weet niet hoe lang ik live ga. Wat ik zeg, het is heel spontaan. Misschien ben ik er maar een uurtje. Maar een uurtje is vast beter dan niks. Ik heb zelfs mijn haar niet fatsoenlijk gedaan. Ja mensen, ik moest vanmorgen bed vroeg op. Ik heb vanmorgen mijn vaccinatie gekregen. Ik zie iedereen al, hoe was je vaccin? Ja, het ging goed hoor. Ik heb er nooit zo heel veel last van. Niet van het zetten in ieder geval, maar wel daarna. Dus mijn arm is nu wel een beetje zuur. Ik kan hem niet verder optillen dan hier. Maar gelukkig zijn we niet zo hoog aan het gamen, dus het moet goed gaan. Maar ik weet niet of ik zo meteen in één keer vet moe word of... Oh, ik zie Eline in de tussentijd, mijn buurmeisje. Ik moet wel zo weer weg. Is niet erg. Leuk dat je er even was, Eline. Doei! Maar goed, ja, nou dat dus. We gaan gewoon lekker verder. We hebben gisteren voor de allereerste keer hoe heet die ook weer? De cottage living, het landelijk leven expansion van The Sims gespeeld. Ik denk dat de meesten die nu kijken gisteren wel hebben meegekeken. Hebben jullie gisteren meegekeken? Ja, toch? En in ieder geval, ik ga er dus nu vandaag mee verder. Ik heb hem wel...
iets anders gemaakt. Niet heel veel anders. Maar ik heb toch voor steentjes gekozen in plaats van voor hout. Maar ik zal het zo meteen wel laten zien. Ik was nu in ieder geval alleen nog maar bezig met de buitenkant. Want ik heb het huis toch iets naar voren geschoven. Nou, ik zal het zo maar wel laten zien. Ik was even bezig aan het nadenken hoe ik in ieder geval mijn voortuintje een beetje wilde inrichten. Dus wat leuk was. Nou, ik ga jullie gewoon meenemen naar de game. Maar voordat we gaan beginnen, vergeet niet alvast te abonneren op dit kanaal, mocht je dat niet hebben gedaan. En even liken en weet ik veel wat natuurlijk allemaal. En voor de mensen die het willen weten, tot dusver is dit de top 5 van de Crea credits. Nog hetzelfde als gisteren. Maar mocht je nu gewoon lekker live meekijken, dan spaar je dus meer Crea credits. Nee, hout! Nee, ik heb er toch steen van gemaakt. Het voelde meer cottage-achtig. Het paste beter bij de stenen ook nu buiten en zo. Maar je zal het zo zien, het is heel leuk. Ja, oké. Ik was ook net de Sims aan het spelen. Oh, leuk. Wat leuk. Nou, ik ga jullie meenemen. Goed? We gaan naar de game toe. Kijk, daar zijn we weer in de game. Nou, dit is dus wat ik er tot dusver van heb gemaakt. Oh, nu kunnen jullie ook de game horen. Dat is ook wel leuk. Maar dit is dus waar ik tot dusver ben. Ik heb nu de voorkant ietsjes aangepast. Want ik heb dus mijn huis iets verder door naar voren getrokken. De huisbouw is verder nog wel hetzelfde aan de voorkant. Want ik heb voor de achterkant, ik had natuurlijk gisteren had ik gewoon dezelfde voorkant ook een beetje aan de achterkant doorgetrokken. Maar nee, weet je, dat ik weet niet. Ik vond het toch een beetje leem. Dus ik heb de achterkant ietsjes anders gemaakt. Zal ik zo laten zien. Ik heb het huis toch iets naar voren toegetrokken. Ze hebben ook nog iets meer een achtertuintje. En ik zei gisteren al dat ik iets wilde maken waar ze een beetje de auto kon parkeren. Nou kijk, de fiets die staat al klaar. Ik heb er een heel klein schuurtje bij gezet. Nog niet mega erg aangekleed, een heel klein beetje. Maar in ieder geval van alles neergezet zodat ik weet hoe ik het ongeveer wil hebben. Met een smal paadje zo naar de voorkant toe. Hier gaan we het vijvertje maken. Ik weet nog niet hoe. Ik ben ook echt totaal niet thuis in vijvers. Sowieso niet in tuinieren. Dus help me out zometeen. Maar hier gaan we een leuke vijver maken met, ik denk zwaantjes of eendjes. Mogen jullie kiezen wat we gaan doen? Niet, of we doen het allebei. Dat kan ook. We gooien gewoon alles erin. En ik dacht, doen we de koe hier? Ik weet dus nog niet of mijn koe zometeen gaat ontsnappen hier via mijn pad. Maar hij is op zich welkom bij mij binnen in huis. Als hij lief is. Of dat de vos me nu gaat aanvallen. Ik heb geen idee. Als hij trouwens helemaal geen hek nodig heeft. Misschien dat ik dan zelfs dit gedeelte ook nog open maak. Maar dat zou ik even moeten kijken. Nou, dan hebben we hier. Ik zie dat jullie het mooi vinden. Yay, thank you. We gaan dit zo meteen al volgooien met plantjes, hè? Dat snap je wel. Dat is nu nog één modderboel, maar dat wordt zo natuurlijk super mooi. Eendjes, zwaantjes, allebei. Ja, doen we gewoon allebei. Gooien we gewoon alles erin. Super knus. Kijk, mijn konijn zit hier nog steeds trouwens. Die zit hier nog van gisteren. Kom even hier. Ik zet jou hier. Hopla. Nou, we hebben hier een achterommetje gemaakt. Of we. Ik zeg wel we. Ik heb hier een achterommetje zitten maken. Hey, ik ben jij was niet mee aan het simsen. Nou, je was wel hard aan het werk, want je was de tent aan het opruimen. Oh nee, dat was net pas. Toen was ik niet aan het simsen. Oké, nou, en dan hebben we hier een klein achterommetje. Ik moet het nog even leuk maken. Zal ik jullie de achterkant van het huis laten zien? Kijk, hij is anders. Want er is geen balkon meer. Ik heb hem toch weggehaald. Sorry. Ik wilde namelijk een groter rieten dak. Wacht, ik zet even op middag hoor. Dan kan je het wat beter zien. Dus ik heb hier nog een dak erbij geplaatst. Kijk, daardoor lijkt het net alsof hij nu heel lang doorloopt. Maar ik vond dat zo boerderijig dat hij dan aan de voorkant zo korter is. En dan aan de achterkant zo heel lang doorloopt. Dat vond ik zo mooi dat ik dacht, ik pas het een beetje aan. Ik heb hier ook eens het trappetje nu zo geplaatst. En dus van deze raampjes bovenop, dus niet meer alleen hier. Dat vond ik ook leuk, zodat het wat beter erbij matchte. Dus dit is het tot dusver geworden. Ik heb de kip even hier neergesmeed trouwens. Dat heb ik nog niet leuk ingericht of zo. Maar kijk trouwens wat vet grappig was. Ik ging net de game opstarten. En toen heb ik hem natuurlijk op de pauze gezet. Want ik ging meteen door naar de bouwmodus. Maar in die hele korte tijd, hè. Kijk wat ik aan het doen was. Kijk wat ik alweer stond te doen. Mijn lieve kipje. Mijn lieve kip. Ik was alweer aan het knuffelen hoor met mijn kippies. Oh, kijk ze nou. Hé, en ik zag trouwens net een witte vos. Hij ging heel hard wegrennen toen ik hem op pauze had gezet. Ik weet niet of we hem nog net kunnen zien. Want hij ging er heel hard vandoor, ergens hier naartoe. Maar die stond al te loeren naar mijn kippies. Maar Rick die vertelde mij dat als ik bevriend raak met de vos, dat hij dan mijn kippies met rust laat, toch? Ja. Maar ja, misschien zijn er wel meerdere vossen. Dat weet ik natuurlijk niet. Moet ik met al die vossen bevriend raken? Maar ik weet niet waar die heen is gerend. Hij is er net vandoor gegaan. Maar er zat hier een heel lief wit vosje.
Maar dat is dus wat ik net vanmiddag heb gedaan. Oh, de koe ontsnapt niet, hoor ik net. Oké, dat scheelt. Nou, misschien dat we daar dan gewoon het hek weghalen voor een groot gedeelte. Ik denk dat dat wel mooier staat. Creëertje in de natuurlijke habitat. Ja. Oh, je lieve kipje. Oh, zo lief. Lekker met alles knuffelen. Heb je de kaaszaadjes al gevonden? Nee, die zitten niet in het spel genomen. Dan maken we daar wel kaas mee. Iemand maakte trouwens ook echt een briljante opmerking in de comments vandaag. Die zei, ja, in deze expansion is het niet Crea Chick, maar Crea Chicken. Zulke lieve kippies. Oh, wit vosje. Vosjes zijn toch rost? Rost? Wat is dat? Wat zijn vosjes rost? Of bedoel je dat ze zo van die rooie vosjes zijn? Ja, het was een wit vosje. Ik weet het ook niet. Het was echt een vosje. Hij had ook een naam, maar ik ben vergeten wat het was. Nee, je gaat toch niet alles schattig vinden met die vos? Die is niet schattig. Hij zag er echt schattig uit. Echt waar. Als ik hem tegenkom, ik laat het hem zien, oké? Okay? Ik laat je zien dat het een hele schattige is. Oké, maar goed. Wat ik nu dus wilde gaan doen, was de vijver verder gaan doen. Ik heb binnen trouwens nog steeds niet gedaan. Kijk maar. Dat is gewoon nog steeds kale bende. Kijk, helemaal kaal. Niks boeiends. Wat ligt hier nou? Oh, niks. Dat is gewoon zon van het raam. Kijk, ik dacht dat er iets op de grond lag. Dus nee, ik heb hier verder nog niks gedaan. Ik vind de binnenkant inrichten, daar moet ik wel eventjes altijd weer voor in de stemming zijn. Ik was nu nog helemaal lekker in de buitenbouwstemming. Dus we gaan zo meteen gewoon even lekker verder met de voortuin. Ik wil hier heel veel plantjes in hebben. Trouwens, toen ik vanmiddag even aan het bouwen was, toen heb ik hem niet in de speelmodus gedaan. Dus toen was ik zelf even niet in de game, zeg maar. Dus toen was ik echt alleen aan het bouwen. Toen had ik hele andere kleuren. Dan staat hij zeg maar automatisch gewoon op lente, zomer, ik weet niet, het is nu in ieder geval hier herfst. Dus toen zag ik ook dat toen ik dit plaatste, dit was helemaal mooi met paarse bloemetjes en zo. Zag er echt vet leuk uit. En dit was heel mooi groen. Het ziet er nu wel een beetje droevig uit allemaal zo. Dus ik hoop dat we zo wel de goede kleuren bij elkaar kunnen samenstellen. Maar ja, dat zien we vanzelf wel. Anders passen we het weer aan. Komt deze beeld op de gallery? Ja hoor, ik zal hem op de gallery zetten. Ik heb dat nog niet gedaan, trouwens. Zal ik dat gewoon doen zodra die af is? Rick die zijn of van misschien is het wel leuk als je hem al tussendoor doet. Zodat iedereen lekker een beetje mee kan bouwen. Maar dat heb ik dus niet gedaan. Want waarvoor was het iets te spontaan? Bij welke optie in instellingen krijg je schaduwen? Bijvoorbeeld van het schuurtje. Ik weet het niet. Gaat dat niet vanzelf? Ik weet niet. Misschien moet je je graphics hoger zetten dan? Hey, Annelien is er toch eventjes hoor. Ik dacht dat jij een feestje had vanavond. Ik dacht dat je vrij was vanavond. Ja, je had toch een feestje vanavond, of niet? Is die buurman al gekomen met zijn liefdesbrieven? Ja, nee, ik heb speciaal voor hem natuurlijk aan de achterkant nog steeds een deur gehouden met een brievenbus, hoor. Dus hij kan dan niet via het balkon, helaas. Daarvoor kwam hij iets te vaak helemaal via het balkon geklommen. Dat vond ze toch iets te privé. Dus het balkon weg, no more. Hij mag ze voortaan alleen hier brengen, bij de achterkant. Maar vinden jullie ook niet de achterkant leuker zo? Ik heb ook hier nog even van die dingetjes op gedaan. Oh, ik heb trouwens nog wel meer zitten doen. Want zoals je kan zien hebben we ook schoorstenen. Had ik gisteren ook nog niet. Maakt het natuurlijk een beetje kaal. Ik heb een paar regenpijpjes geplaatst. Nog niet overal, maar wel een paar. Kijk, hier loopt er ook nog eentje. En een paar van die bloembakjes dus hier en daar. Ik heb hier ook nog zo'n raampje toegevoegd. Vond ik vet schattig. En ik heb ramen gevonden. Oh my god, zo mooi. Oh, dankjewel. Ik ben bij oma aan het kijken. Hallo oma van Femke. Heb ik vandaag gezegd... Oeps, ja, ik dacht dat je dat zei. Ik dacht dat je zei dat je vandaag niet kon, Annelien. Maar is niet erg, je wel kan. Je bent hartstikke welkom. Neem ganzen en een radio bij de vijver. Dat zou leuk zijn. Maar ik denk niet dat dat erin zit, ganzen. Maar dat doen we wel alsof die witte zwanen ganzen zijn. Dan doe ik er ook gewoon twee dan. Hé, maar kijk mijn ramen. Vinden jullie deze niet vet goed erbij passen bij die voordeur? Ik heb ze eindelijk gevonden hoor. Dus ik heb deze nu geplaatst. Ik heb hier toch tegeltjes van gemaakt. Dat vond ik toch nog even wat boerser. Het lijkt een pannenkoekenhuisje. Ja, maar dat snap ik wel. Dat is ook altijd wel een beetje zo in deze stijl. Ja, I get it. Oké, nou zullen we gewoon gaan beginnen aan de vijver. Ik wil in ieder geval wel iets meer gras. Want ik heb een beetje te veel van dat bruine spul lopen spuiten. Ik wil niet dat het helemaal vol met plantjes komt. Hier mag het wel een beetje open blijven, denk ik. En dan gaan we denk ik hier wel wat plantjes in zetten. Dit komt sowieso helemaal vol. Misschien is het slimmer als ik dat eerst even ga doen. Wat me trouwens opviel, is dat er helemaal geen nieuwe plantjes in zitten. Ik had verwacht dat hier wel vet veel plantjes ook bij zouden komen.
Willen jullie me niet de hele tijd gaan volgen? Oh, dat zie je net niet, want mijn camera zit eroverheen. Want zit dat de hele tijd in beeld? Had ik natuurlijk niet moeten zeggen. Dan gaat iedereen me volgen op Orange natuurlijk. Maar je ziet het de hele tijd. Oh, in... Ja, het zit de hele tijd hier zo eroverheen. Dus dat zie je ook in de stream. Maar niet dat het erg is waar mijn camera zit voor. Maar ik vond het wel grappig om te zeggen. Oké, maar nee, er zitten dus weinig extra plantjes in. Echt gewoon niks, zeg maar. Kijk maar, als ik hem ook filter op landelijk leven... Oh, wel iets. We hebben dit. Een bruine koe, die straks in de lente heel mooi groen is. En in ieder geval van die buxus dingetjes. Maar geen bloemenplanten of dingen, geen andere steentjes. Zie, alleen dit dus. Voor de rest helemaal niks. Dus dat vind ik jammer. Ik had verwacht dat er meer bij zou komen. Hoe krijg je crea credits? Zo, wat een moeilijk woord. Hoe krijg je crea credits en hoe kan je zien hoeveel je er hebt? Hey. Dat is mijn taak. Oh, dat is Rick's taak. Oké, okay. Rick geeft antwoord op je vraag. Ik ga plantjes uitzoeken. Want ik wil lieve, lieve plantjes hier zo hebben. Het is wel lastig met deze kleur. Beter gaat iedereen deze video liken. Nou, dat zou leuk zijn. Dat mag. In de debug zitten wel veel plantjes. Hoe doe ik dat? Dat is ook zo'n Ctrl-Shift-C code, toch? Geef me die code. Dan gaan we daar eens even tussen kijken. Tare die zegt, ik kijk de live nu vanaf Aruba. Nou, dat is een lekkere locatie om vanaf te kijken. Welke packs heb je gebruikt? Oh ja, dat durf ik niet te zeggen. Meerdere. Ik gebruik eigenlijk gewoon alleen maar de spulletjes die ik mooi vind. Dus, en ik heb best wel wat packs. Dus ik weet niet welke packs ik heb gebruikt voor de bouw van het huis. Maar het zie je snel genoeg als je net bepaalde packs niet hebt. Oké, weet jij dat? Weet jij hoe ik... Oh, kijk hier. Oh, dat is dat show hidden objects. Oh ja, oké, gaan we dat doen. bb.showhiddenobjects. Hoppa. Oh, laat me zien die plantjes. Ah, sowieso. Deze zat er anders ook niet bij, of wel? Kijk, nou weet ik niet meer welke ik dan extra heb. Maar maakt me niet uit. Dat is goed. Dankjewel. Thanks. Ik weet in ieder geval dat je nu meer stenen hebt. Nu heb je ook die rode. Die heb ik wel eens gebruikt, inderdaad. Oké, nou, we gaan eens even wat erin zetten. In het heel grauw allemaal. Dat is moeilijk, hè? Zal ik hem anders even op zijn groen zetten, zodat we het goed kunnen zien? Is dat misschien even een idee? Dan kan ik even niet spelen, maar dat maakt niet uit. Dan kunnen we daarna een leuke verrassing... hoe het er zo meteen uitziet in de herfst. Ik vind het zelf lekkerder als ik gewoon weet hoe de kleuren zijn. Even kijken, hoor. Gaat hij nu niet meteen dan weer verder met haar? Nee, toch? Kijk, hier. Doen we hem opbouwen. Hier, moet je kijken hoe de kleuren dan in één keer anders zijn. Hier, echt bizar, toch? Dit is dus hoe ik vanmiddag heel de tijd zat te werken. Dus als ik het dan nu in één keer zo zie in die andere kleur, dan moet ik daar echt heel erg aan wennen. Dan ziet het er zo anders uit. Dus we gaan hem even hierop zetten. Dan kan ik tenminste goed zien of de kleuren bij elkaar matchen. Anders dan word ik gek. Wat een snelle chat vandaag. Oh jee, hebben we veel kletsers. Ja, staat toch nog steeds 5 seconden. Ja. Nou, wel gezellig hoor. Jullie mogen lekker kletsen hoor. Helemaal geen probleem. We gaan even op zoek naar leuke plantjes. Jullie moeten me echt even helpen. Hoe gaan we leuk tuinieren? Want tuinieren is echt niet mijn specialiteit. Ik vind zo van die paadjes aanleggen, dat gaat altijd wel. Maar al die planten bij elkaar zoeken, dat wordt altijd snel een rommeltje bij mij. Ik zag wel trouwens deze. Die vond ik bij de... hier geloof ik volgens mij gewoon tussen. Bij de planten. Die is wel ook echt van de nieuwe update. Kijk, ik weet niet even hoe ik hem vond eigenlijk. Ik had gewoon hier alles weergegeven. En dan packs, landelijk leven. Ah, die spulletjes zijn zo leuk. Kijk, hier. Dus daar zo vond ik ook deze. Dus die zitten er wel bij. Maar die zitten dus alleen niet bij de plantjes. Maar die zitten dus wel hier zo erbij. Eva zegt, sinds wanneer heb je haar zo geperkt? Ik vind het echt super mooi. Oh, dankjewel. Ja, nee, al toch, al echt 2 hele dagen. Hey, Christina, dankjewel voor de superchat. Super lief. Maar goed, in ieder geval, hier zitten dus wel een paar plantjes ook voor binnen. Maar kijk, die zijn natuurlijk hier buiten voor op het terras natuurlijk ook echt hartstikke leuk om neer te zetten. Weet je wat ik trouwens ook super graag wil maken? Ik zit mijn tijd vol te kletsen, hè, want ik heb nog geen inspiratie. Heb je het door? Maar wat ik ook heel graag wil maken is zo'n plantenhuisje. Zo'n kastje. Dat vind ik ook heel leuk. Hier, deze zijn trouwens vrij groot. Kijk, die zijn echt allemaal om zo ergens tegenaan te plakken om je huis wat meer mee te versieren. Nou, dan zitten hier echt voor mijn ramen. Kijk maar. Maar dan zouden we dat misschien wel op de schuur of zo meteen kunnen gaan gebruiken. Dat we die echt helemaal... Ja, ik zet hem er vast even op. Gaan we hem zo meteen wel even netjes maken. Dat het daar helemaal begroeit.
Dus ik denk dat die wel leuk zijn daarvoor. Maar echt om neer te zetten als plantje. Meh. Meh. Dat haar maakt je jonger. Oké, nou nice. Mocht je nog op zoek zijn naar een kapsel waardoor je jonger lijkt, mensen. Blijkbaar moet je dit dan hebben. Oh, altijd goed. Ja, zo'n kastje is leuk. Ja, toch? Ja, dat leek mij ook wel heel leuk om te doen. Oeh, oké. Nou, wat me altijd doet denken aan zo'n cottagehuis is echt van die hortensia's. Dus die gaan we sowieso neerzetten. Ik zit alleen te twijfelen. Ik heb hier gekozen voor roze. Want ik weet niet, ik vond roze op zich wel leuk. Ik had hem eerst in het rood, vond ik ook wel heel mooi. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om hem in het roze te doen. Dan maakt het wat zoetsappiger of zo. Dus vandaar dat ik dat heb gedaan, die roosjes hier ook. Gaan we dan wel heel veel kleurtjes door elkaar heen gebruiken. Dat we hier dan bijvoorbeeld weer een paars neerzetten of zo. Maakt dat niet uit? Ja, ik weet het niet. Maar is jong. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Ik ben echt piepjong. Dat is ook zo. En jullie weten allemaal hoe oud ik ben, toch? Eens even kijken. Doen we hier een groot struikje? Ga je ook in deze stream je huis inrichten? Nou, ik weet het niet hoor. Dan moet ik nu wel voor wat gaan doen. Want als ik voor een kwartier nog steeds niks... nog steeds niks heb ingericht, dan hebben we daar geen eens tijd voor. Hey, it's Mike. Dankjewel voor de superchat. Superleuke stream, Amaris. Ah, oh, dankjewel. Dat is lief. Ik moet wel even een slokje water nemen, want mijn stem is nu al weg. Ik heb gisteravond zoveel zitten kletsen. Ik was zo erg aan het roddelen. Ratelen bedoel ik. Ja, ik was stiekem eigenlijk gewoon vet aan het roddelen over iedereen. En over Rick, vooral heel veel over Rick. Dat doe ik gewoon op stream, joh. Oh, iemand schappen tussen de 25 en de 35. Ja, dat is wel lekker ruim. Daar moet het vast wel ergens tussen zitten. Ik denk dat jij tussen de 8 en de 65 bent. Heb ik het goed? Je bent 33 of 34, toch? Ja, klopt. Ik ben 34 inderdaad. Oké, mijn stem doet het weer. Van al het roddelen, jongens. Mijn stem gaat weer helemaal goed. Van al het ratelen van gisteren. We gaan verder. We gaan hier iets leuks van maken. Ik wil even een struik. Struik. Doen we een struik. Even kijken, hebben we niet een mooiere struik? Deze. Doe die. Doen we hier zo in het hoekie. Marissa. Oh, als je aan het roddelen, hebben we iets gemist? Ja, moet je de stream van gisteren maar eventjes helemaal terugkijken. Dan zal je zien dat ik inderdaad weer heel lekker aan het roddelen was. Oké, veel plantjes. We gaan voor veel plantjes. Oh, dat is wel echt de uitdaging van deze pack hoor, voor mij. Veel verschillende plantjes. Ik heb in ieder geval een paar van die dingen bestudeerd vandaag. Van die plaatjes van cottages. En het is inderdaad heel veel plantjes. En voor mijn gevoel heel veel random door elkaar heen. Maar ik heb niet het idee dat het random is. Maar voor mijn gevoel is het heel veel random door elkaar heen. En vooral van dit soort begroeiingjes en zo. Dus ik ga gewoon kijken hoe dat eruit ziet. Goed, we gaan gewoon even random dingen door elkaar heen zetten. Dit wordt dan een beetje de bodembedekker. Zo. Kijk, dit doen we hier. Dat is mijn favoriete bodembedekker. Daar vul ik altijd alles mee op, het liefst. Ja, we gaan ook bloemetjes doen. Goed. Oh, dit ziet er ook best wel schattig uit zo. Dit wordt al best wel leuk. Kijk, hier hebben ze twee van die grote struiken bij elkaar. Altijd veel plantjes, maar is plantjes zijn mooi. Ja, jawel hè. Ik vind plantjes vooral altijd mooi als je ze net hebt gekocht. En niet als je ze daarna aan mij overlaat. Dan zijn ze na een tijdje niet zo heel mooi meer. Ik ben niet heel erg van de plantjes verzorgen. Maar ik vind het wel altijd heel mooi. Ik hou er wel van. Vorige stream was Marissa een uur bezig met het poppetje. Ja, is ook een belangrijk onderdeel van de Sims. Dat moet je ook doen. Het is niet alleen... We gaan even kijken bij de bloemen, ja? Oeh, ja. Even vergroten. Kijk, dit is wat we nodig hebben. Inderdaad, veel bloemetjes. Die doen we nog even hierbij. Kijk, hoppa. Hoppa. Oh. Kijk, ik weet niet voor de mensen die tuinier zijn, hovenier zijn, die hier naar zitten te kijken. Die denken misschien, nee, ik zou het niet doen. Maar ik vind het leuk. Ik word hier heel blij van nu. Kijk, we hebben hier ook nog van die bedekkers voor op de bodem met kleine bloemetjes erin. Dat is ook wel echt heel leuk. Ik wil hem niet helemaal vol doen, want anders dan zien we zo meteen mijn modder niet meer. Ik wil ook mijn modder zien.
Hé, hey, maar ik moet niet alleen maar bloemen. Geef me even weer gewoon plant. Want het is wel een mengeling van... Ik ben er net bij. Wat heb ik gemist? Nou, nog niet zo heel veel. Je hebt me toch zeker wel 6 planten gemist zien neerzetten. Hoe maak je hem groter? Je hebt op je toetsenbord heb je van die blokhaken. Dat je dingen zo tussen van die... Naast de P. Blokhaken. Ja, naast de P op het toetsenbord. Dan heb je de ene blokhaak, die maakt hem kleiner. Kijk, hier. Als ik de ene doe, kijk. Die maakt hem kleiner. Zie je, die zit direct naast de P. Als ik die andere blokhaak doe, die maakt het groter. Kijk, dan kan je dingen dus heel erg vergroten. Of heel erg klein maken. En dat maakt voor de gameplay verder eigenlijk niks uit. Dus het kan gewoon prima. Dus wat je zelf zou kunnen doen, en dat doe ik altijd wel graag, is dat je hier naar kinderspullen gaat. Even kijken, kinderen. Dan doe je even alles. Kijk, dan zoek ik hier bijvoorbeeld vaak een autootje uit. Dat is dan een speelgoedautootje. Kijk, dan maken we even groter. Hoppa, en we hebben een auto in het spel. Kijk. Maar, daar moet ik wel bij zeggen. Als je kinderen hebt en die gaan dus ermee spelen, dan pakken ze deze ook gewoon op. En die dumpen ze dus gewoon op hun bureau binnen. Als ze er klaar mee zijn. Want ze zien het niet als een auto, ze zien het natuurlijk wel als speelgoed. Maar mocht je geen kinderen hebben, die gaan waarschijnlijk niet meer spelen. Of mocht je het alleen maar doen voor het inrichten, dan kan je dus op die manier gewoon nog een auto eraan toevoegen. Het staat niet eens stom trouwens. Maar ik haal hem wel weg. Maar zo doe je dat dus met die blokhaken. Waar is de ASMR-fles? Ja, die staat in de vaatwasser. Ik heb nu deze. Niet zo ASMR, maar ik wil de geluidjes er anders even bij maken voor je hoor. Komt-ie. Opletten, ja? Zo, en? Was het ASMR? Was het fijn? Ja? Gaan we nu weer over naar de game. Oké, doen we maar nooit meer, ja? Daar wordt denk ik niemand gelukkig van deze ASMR. Ik ga verder met tuinieren, mensen. Ik wil nog meer paarse bloemen ook erbij. Nog meer paarse. Ik wil nog meer groene plantjes. Hè, wat vind ik dit toch altijd moeilijk. Kijk, want nu kom ik op een punt dat ik denk, ik vind het zo wel genoeg. Ik zou er nou niet nog meer aan toevoegen. Maar ja, dat vindt iemand die hier woont natuurlijk echt niet. Want die houden hiervan. Als je een cottage hebt, dan wil je natuurlijk... Ik doe hem even ietsjes kleiner. Veel van deze dingetjes. Nee, dit was geen ASMR. Wow, wat een ASMR. Jawel, toch? Ja, dit was echt supergoed. Zet je geluid op 100, zodat je die fles ook goed kan horen. Ja, vooral die stik daarna. Hé, hey, Maris, vader Jan en ik kijken weer, hoor. Nou, wat leuk. My Sharona. Ze zit weer te kijken, hoor, met vader Jan. Ja. Nou, ik krijg helemaal feelings naar vorig jaar. Hallo. Hoe draai je ze zo specifiek? Oké, nou, het wordt vandaag blijkbaar een Q&A-stream. Niemand heeft mijn video gekeken, zeker. Je hebt geen Sims-tips-video's gemaakt. Echt wel. Ik heb alle tips. Oh ja, in je Jim Pannenkoek. Oké, nou ik ga het wel uitleggen, want niemand heeft die gekeken blijkbaar. Ik stel me altijd zo in bij spelopties en dan gamecamera. Dan zet ik zelf altijd de Sims 3 camera aan, want ik ben nog een ouderwetse gamer. Dus, Dat ze het over het draaien van die objecten hebben, dat je die knop in had. Ja, maar dat kan dus niet. Als je niet die Sims 3 camera aan... Ja, dat probeerde ik dus net. Mila die speelt wel gewoon op de nieuwe controls en Emily ook. Want ik dacht, ja, die zijn het niet gewend, die oude controls. Dus ik zet bij hen gewoon die nieuwe camera aan. Maar ik heb geen idee hoe je het dan moet draaien. Dus ik kan het dan dus ook niet uitleggen. Maar wat je dan dus doet, als je dan een object hebt, is dat je Alt ingedrukt houdt en dan je linkermuisknop. Dus ik heb nu Alt, druk nu in en met mijn linkermuisknop, kijk, kan ik hem dan nu gewoon draaien zoals ik hem wil hebben. Dat is ook het doel. Je moet dit kanaal Crea ASMR noemen. Ja, en dan de hele tijd allemaal van dat soort geluiden maken, hè. En gluk, gluk, gluk. Ja, ik denk dat dat echt iets voor mij is. Ik denk dat dat echt een geweldig kanaal gaat worden. Dat wil iedereen zien. Oh, kijk. Dit kan ook nog wel hier erbij. Hé, hey, ik vind het moeilijk. Is het niet al genoeg zo? Nee, hè? We moeten nog meer bloemetjes, hè? Hé, jongens. Zoveel van die bloemetjes. Ik vind het zo moeilijk. Want wat zet ik er nou nog meer bij dan? Ja, misschien kunnen we dit toch nog gewoon hier kwijt. Kijk, dan doen we hem gewoon... Heel veel met Alt werken dus. Dat doe ik dus ook. Oh, misschien kan die hier trouwens nog wel ergens achter. Kijk, voor het sfeertje. Ja, die groeit nog een beetje daar. Maak ik weer een ASMR-video. Ja, dat heb ik net gedaan.
Oh, je moet met de pijltjes toetsen draaien als je de Sims 4 camera aan hebt, zegt Naomi. Oké, goede tip voor de mensen die de Sims 4 camera gebruiken. Ik weet dat dus niet. Ik zet hem dus altijd hierop. Dus vandaar dat ik dat niet weet. Oké, ben jij handig in plantjes, lieve schat? Ik? Ja. Kan jij me eventjes komen helpen met het inrichten van de plantjes? Wat denk je zo? Dat jij daar vet goed in bent? Nee. Maar wel lief dat je dat denkt. Heb je toevallig kolen op? Nee jongens, dit is gewoon mijn natuurlijke... mijn natuurlijkheid. Dit is gewoon wat het is. What you see is what you get. Nee, geen cola. Ik drink al een tijdje lang geen cola meer. Want, of het is decaf cola. Wow, deze is groot. Kijk, dat is wel een handige opvuller. Maar dan moet hij niet zo enorm groot zijn. Nee. Dus als ik hem ietsjes kleiner maak. Kijk, kan wel leuk zijn. Meer is beter, zegt Claire. Oké, dan gaan we toch nog voor meer. Ja, want dat voegt wel, hè. Het hoort er wel bij. Ik had hier wel struik neergezet. Ik weet niet of ik die per se daar laat staan. Want die blokkeert mijn plantjes. View, zeg maar. Ik ben hier nu zo goed bezig. Misschien kan ik deze even kleiner maken, trouwens. Kom hier. Geef me mijn plant terug. Kijk, dit is wel een mooi struikje hier. Die wil ik erbij. Dit past helemaal erbij. Hoppa. Ja, die is leuk. Waar zijn jullie kinderen? Oh, die liggen te slapen. Die waren zo moe van gisteren. Dus die zijn allebei lekker vroeg naar bed gegaan vandaag. We moeten meer slierterige planten. Oké, en bedoel je dan meer van dit soort dingen? Dat er meer van dit soort tussen groeit? Het is wel een beetje wat... Ja. Het staat wel op zich. Het kan wel zo. Oké, doen we dat. Misschien nog een boom neerzetten. Ja, daar zat ik dus al naar te kijken. Maar de bomen zijn echt allemaal heel groot. Dit zijn wel een beetje de kleinste bomen die ertussen zitten. Dus als ik dat ga doen... Nou ja, dit is dan echt zo'n... Kijk, zie? Dan is het echt geblokkeerd. Dit is wel echt een beetje de kleinste boom die ertussen zit. En dat vind ik zonde. Want dan blokkeert het echt mijn huis. Dus dat wil ik niet. Dus we gaan het echt bij de plantjes houden. I love ASMR. Ja, maar niet die van mij. Misschien het flesje van gisteren, maar niet die van vandaag, denk ik. Oké, meer slierterige planten. Eens even kijken. De dierenplanten. Ja, zullen we die zometeen bij de oprit doen? Dat is wel leuk. Dat kunnen we wel doen. Ik wil nog wat meer van die struikjes. Waar had ik die struik nou vandaan dan? Had ik die gewoon zo ergens? Dit is ook wel een schattig boompje, hoor. Kijk nou. Die is wel heel lief. Maar ik ga hem toch niet gebruiken. Maar hij is wel heel leuk. Oh, wat is dit voor een kleine boompie. Kijk nou. Rozen. Ja, dat hoort er wel bij, hè. Dat moet er eigenlijk wel bij. Hè, waar zet je dat dan weer neer? Hier? Ik weet het niet. Het voelt allemaal... Oh, je stenen of rotsen ertussen. Ja, ligt hier ook al vet veel natuurlijk. Maar dat zouden we wel kunnen doen. Doen we hem even een andere kleur. Misschien in zo. Eens even kijken. Ik vind het wel altijd heel mooi hoor. Als ik zulke tuinen zie die echt helemaal zo ingericht zijn. Prachtig. Maar ik denk dan altijd alleen maar hoe onderhoud je dat joh. Echt, dan moet je het wel echt heel leuk vinden denk ik. En echt ook wel tijd voor hebben vooral. Of een hovenier hebben die het bijhoudt. Dat is een leuk idee, die dingetjes ertussen. Kun je schapen kopen? Nee, weet ik niet. Zitten die erin? Ik zat trouwens gisteravond ook nog te denken wat we ook hadden moeten doen. We hadden ook een poes of zo moeten maken, want dat vind ik ook wel echt... Oh, niet helemaal zo hoog. Erbij passen om gewoon inderdaad zo'n boerderijpoes of zo'n boerderijhondje te hebben of zo, die er gewoon de hele tijd rondloopt. Ja, en die stenen zijn leuk. Dat is echt heel leuk. En Maris, je hebt ons toch net uitgelegd hoe je dingen groter en kleiner kunt maken. Dan kan je dat toch ook doen met die bomen? Niet zo slim doen. Niet zo slim doen jij. Kijk wat een lieve kleine boompje. Niet... Oh, wat is dit nou? Oké, dat lijkt me iets te fantasy-achtig. Uit welke pack is dat? Ja, je hebt gelijk. Kijk nou, kijk wat een lieve kleine boompjes ik heb. Oh, dit is wel heel schattig zo. Dit is wel heel leuk. Maar ik weet alleen niet waar ik het kwijt moet. Maar dit is wel heel erg leuk. Kijk, we hebben wel fruitboompjes. Kijk, we hebben kleine fruitboompjes. Oh, ja, die is lief.
Maak een golden retriever als Pippi. Ja, dat is toch leuk? Ja, dat dacht ik ook. Dat moet er echt nog bij. Die dan gewoon zo hier lekker ligt of zo. Vet schattig. Dat is echt heel leuk. Oeh, dit is een mooie. Dit is een mooie als struik. Ja, dit begint er al wel een beetje op te lijken zo hoor. Kijk, gaan we even nu weer naar de struikjes. Even weer. Oh, zoiets kan er ook al tussen. Ik denk vooral eigenlijk een beetje aan de tuinen die vroeger heel veel... Mijn ouders hielden altijd wel een beetje van zo'n tuintje. Dus ik zit nu gewoon te bedenken wat zij er allemaal in zouden neerzetten, zeg maar. Gewoon van die random dingen. Maar toch matcht het net of zo, weet je wel. Voor mij voelt dat heel random. Nou, dit kan toch best? Dit is toch niet eens zo slecht? Zit je mee te kijken, Rick? Ja. Wat vind je ervan? Kan toch best? Ja hoor. Het voelt toch wel als zo'n tuintje waar je dan zo voorbij rijdt met de auto. Dat je denkt, oh leuk. Ja, dan denken wij waarschijnlijk... Ja, poeh, wat werk. Je zou het moeten onderhouden. Ja, inderdaad. Oké, ik doe hier nog wel iets bij. Ja, maar het kan wel, hè? Ja. Kijk, doen we hier nog een beetje van deze. Gaan we nog heel even kijken bij de bloemetjes. Hier, misschien moeten we ook gewoon random gewoon dat erbij zetten of zo. Dat je gewoon eigenlijk gewoon in deze tuin gewoon lekker kan kijken. En dat is denk ik ook het idee. Dat is denk ik het idee van mensen die zo'n tuintje hebben. Misschien kan je er wat onkruid eens plaatsen. Ja, dat is wel, hè. Ik ben die... Oh nee, dit vind ik echt te strak. Deze zijn ook wel mooi trouwens voor ertussen. Zouden die mensen, hè? Ja, misschien heeft iemand van jullie wel zo'n tuin. Zouden die dan ook gewoon zo staan van... Ja, ik heb weer een plant gekocht, want ik kon me weer niet inhouden bij de tuinwinkel. Maar waar zet ik deze neer? Heb ik nog ergens een gaatje? Werkt het zo? Of heb je wel echt gewoon, zeg maar, een idee gehad van... Dit is echt hoe we het inrichten en zo laten we dat dan ook voor al die jaren. Of is het gewoon iets dat groeit en dat je elke keer dus weer eentje erbij koopt en er weer bij zet? Ik vind dit best leuk hoor, zo. Oh nee, wil ik ook zo'n tuin? Eerst, nee, ik vind het echt wat een werk. En nu wil ik het ook. Ik vind het zo mooi eigenlijk. Zie je, hoop randomness kan dus best wel leuk zijn. Best leuk bij de tuinwinkel. Zo heet dat toch? Tuincentrum. Sorry, tuinwinkel. Oh, kijk. Die moet nog hier. Die moet nog hier. Ja, dan moeten we nog even nog een klein... Ik begin de smaak te pakken te krijgen, denk ik. Alle mensen thuis. Oh nee, dit is echt niet mijn beetje zitten doen. Nee, kijk hoe tof dit wordt. Weet je hoe dit voelt? Dit voelt als zo'n bed and breakfast. Die zien er ook echt altijd zo mooi uit. Kijk, nog wat bloemetjes. Kijk, dat staan ook een beetje onkruidbloemetjes, hè? Hey Rick, how are you? Kom je nog naar mijn huis? Vraagt Rosalie. Ja, waarom vraagt Rosalie of je naar haar huis komt? Waarschijnlijk omdat ik er in elkaar moet stompen. Oh, moet hij in elkaar komen stompen? Neem een Berner. Die zijn echt super lief met mensen en dieren. Ja, maar niet in het echt, hè? Niet in het echt. In de game, hè? In het echt neem ik niet een hond, hoor. Oh. Oh, dit had ik eerder moeten vinden. Kijk, nu kom ik dus terug van het tuincentrum en heb ik een hele grote plant gekocht. Die ik niet echt meer kwijt kan, zie je dat? Maar hij is zo mooi, die willen we wel. We doen hem toch, we hebben een plekje gevonden hoor. Prakken hem er gewoon tussen. Prakken. Kijk, ik zie alleen bij de steen niet meer. Maar is niet erg. Prakken het er gewoon tussen. Doen we hem hier? Ja, kijk, hoppa. Nou! Ik vind het wel leuk. Mijn buren hebben zoveel planten. Ja. Wij ook. Maar die zijn niet zo mooi als deze. Die hebben niet van die mooie bloemetjes en zo. Ja, sommige onkruid in ons voortuin hebben wel mooie witte bloemetjes. Maar ja, het ziet er nooit zo gestileerd uit. Maar wij rijden wel eens voorbij zulke tuinen. Ik vind het echt altijd heel mooi van die verwilderde tuintjes. Maar ik denk dat het er verwilderder uitziet dan... Dat het is, zeg maar. Ik denk dat dat alsnog heel veel werk is. Nee, word niet verslaafd.
Wat zag je nou? Even kijken, even terug naar boven. Word niet verslaafd, mensen die... Dit gaat fout. Ik denk dat het over de plantjes gaat. Hey, dankjewel It's Wendy NL voor de superchat. Maris, ga zo door. Ik volg je echt al jaren en ik geniet van al je creativiteit. Van haken tot gamen. Speel je de Sims al vanaf de eerste versie? Oh, wat superleuk dat je me echt al zo ontzettend lang volgt. En zo lang leuk vindt ook. En ja, ik zat er toevallig laatst met Rick over. Vanaf welke versie ik de Sims speel. Want we denken vanaf Sims 1. Omdat ik volgens mij 11 was toen ik begon met de game. Maar... Het kan ook zijn dat het 2 is geweest. Ik weet het niet meer. Dus ik weet niet precies. Ik weet wel dat ik het toen in ieder geval wel veel speelde. En ik weet dat toen ik net begon met studeren, toen kwam de Sims 3 uit. En toen had ik het al best wel een tijdje niet meer gespeeld. Dus ik weet niet hoe lang daartussen heeft gezeten. Maar toen had ik toen in ieder geval iemand op mijn opleiding. Die had dus die game toen geïnstalleerd. En toen was het de eerste keer dat je dus ook dat gezicht zo kon aanpassen en zo. En echt superveel kon. Toen dacht ik echt... Ik moet dat weer spelen. En toen ben ik het weer gaan spelen. Maar niet zo heel erg lang. Want ik had toen geen computer. Alleen een hele gierige laptop nog. Het kwam net om mezelf. En toen eigenlijk was de Sims 4... Ja, de Sims 3 hebben we nog even met z'n tweeën hebben die nog gespeeld. En toen zijn we vooral de Sims 4 weer gaan spelen uiteindelijk. Ik hou heel erg veel van deze video's. Ah, oh, dat is lief. Sims 1 was echt heel nep. Ja, dat zeiden Rick en ik dus ook. Die was echt niet zo heel mooi. Maar Sims 2 ook niet. Oh, voor de mensen vragen die waar de kippies zijn. Kijk, die staan hier allemaal heel braaf te wachten. Oh, ik wilde zeggen, waar ben ik met mijn knuffelende kip? Maar ik heb natuurlijk hem nu even op de bouwmodus gezet. Want iemand zei net ook al, bereid je voor. Het is zometeen herfst, dan ziet het er anders uit. Ja, dat wordt de verrassing van deze stream. Maar hey, even. Ik heb hem nu naar bouwmodus gedaan. Daardoor sta ik hier zelf niet meer. Maar wat heb ik meegenomen? Mijn kip. Of is het deze? Volgens mij heb ik mijn kip gewoon stiekem meegejat. Maar goed, dit gedeelte moet ik dus nog gaan doen. Dat gaan we zo meteen doen. Ik ben nu nog even hier bezig. Maar oh, die plantjes. Wordt zo leuk. Ja, heel schattig wordt dit. En welke opleiding heb je gedaan? Ik heb HBO Informatica gestudeerd. Of het is eigenlijk Information Engineering. Maar ik zeg altijd Informatica. Dat is voor mensen altijd makkelijker om te begrijpen. Gewoon een technische opleiding. Ja, moeten er geen hekken staan bij de kippen? Ja, ook dat moeten we ook doen. Maar dat heb ik nog niet gedaan, want ik wil vijver maken. Hebben we vijverplantjes? Ja. Oh, wel echt alleen maar sprietgras. Oké, nou dan ga ik gewoon... Dan gaan we eerst even hier bij de plantjes kijken. Hij gaat wel een beetje open blijven. Misschien dat ik ook hier de stenen weg ga halen. Zodat je hier wel een beetje zo naar het vijvertje kan lopen, zeg maar. Ik denk dat dat wel leuk is, dat we niet alles met die steentjes doen. Kijk, dan doen we hem een beetje zo weg. Kijk, en dan doen we hier de plantjes. Want het is wel echt een beetje de border ook van die plantjes en zo. Kijk, dan doen we hier plantjes en hier. En niet alles, want anders kan dat arme koetje niet naar de vijver kijken. Dat wil die wel natuurlijk. Ik zit nu in Zwitserland. Jeetje, van waar kijken jullie allemaal? Ik heb 2 kippen en 5 kuikens in het echt. Oh, wat lief. Dat is schattig. Oké, even kijken hoor. In ieder geval deze. Ik vind dit echt zo'n waterplant. Oh, wat een moeilijkheden heb ik me vandaag op de hals gehaald. Een vijver inrichten. Hoe richt je nou weer een vijver in? Hierbij hetzelfde. Ik denk maar een beetje terug aan de tuin van mijn ouders vroeger. Die hadden een vijver. Er stond ook weer van alles gewoon random omheen voor mijn gevoel. En wat stenen. Ik doe wel weer een andere kleur. Ik vond die van net wel mooi trouwens. Dan een beetje een grote steen bij het water. Zo. Kijk, ik denk dat het zo meteen met die lelies ook helemaal leuker uit gaat zien. En we kunnen toch ook volgens mij het vijverwater kiezen, of niet? Ik dacht altijd dat dat kon. Ja, hier zo. Oh, die mag wel dringend schoongemaakt worden. Die doen we niet. Eeuw. Eeuw. Nee joh, we willen toch wel gewoon schoon water. We gaan toch niet... Ja, goh, laat ik dit maken hier. We smijten hem helemaal vol met vieze derry en vieze algen en zo. Nee. Deze is wel heel nep, dit wat er nu in zit. Kijk, dit is wel echt een zwembad, zeg maar. Dus misschien kunnen we wel voor zoiets gaan. Dat is wel wat natuurlijker. Ik vind die blaadjes erin wel leuk, maar ik weet niet of we die er ook gewoon los in kunnen leggen. Kijk, dan doe ik dat liever, denk ik. Wat zeggen jullie? We gaan wel voor een schoon... Hoe noem je dat ook weer? Een vijvertje, toch? En niet voor een vieze troebel groene. Doe er ook een paard bij. Als dat zou kunnen, dan had ik het gedaan. Maar helaas kan dat niet in deze game.
Oh, wow, die zijn groot. Kijk hoe groot deze zijn. Die zitten er helaas niet bij. Mijn opa heeft een vijver in de tuin. Hij woont in een flat, maar de onderste verdieping, dus de tuin is van hem. En die heeft... Hij heeft ook al die mooie bloemen. Ja, heel erg leuk. Rick zijn moeder die woont inderdaad ook in een flat, maar dan in de onderste verdieping. Dus die heeft ook een tuin. En die hebben dan niet een vijver. Jawel, die hebben wel een vijver, maar niet zo'n soort vijver. Zeg maar. Die hebben gewoon echt een rechthoekige bak, want die hebben er van die kooikarpers in zitten. Dus dan hebben ze niet dit zo eromheen. Maar ze hebben er wel van die kleine plantjes aan de zijkant aan hangen. En een paar van die in het midden die erin drijven, geloof ik, toch? Of is er eentje die erin drijft? Maar dat is wel wat moderner, strakker, zeg maar. Niet zoals hier. Doen we er een kikkerfontein bij? Wel ja, joh. Hebben die ook een andere... Oh, die hebben we ook in andere kleuren. Oké, beter. Kijk, dan doen we hem als een beeldje. Ja, die staat dan nog hier zo... in het water zo te spuiten. Dat is leuk. Ja, maar er moet wel een beetje... Hebben we hem niet dat hij een klein beetje viezig is? Klein beetje viezig. Nee, we hebben hem echt alleen maar in kleurtjes. Eeuw. Waarom zou je dat erin zetten? Nee. Doe maar gewoon de witte, hoor. Doe maar gewoon de witte. Ik zit in Hoorn, zegt Julia. Oké, dus dat is niet in Zwitserland of op Aruba. Hoorn is lekker dichtbij, trouwens. Oh, ik zit in Italië, zegt Luna. Lekker. Nou, iedereen die op vakantie is, veel plezier. Geniet ervan. Nee, een dierentuinpack lijkt meer op Planet Zoo. Ja, dat is ook wel zo, inderdaad. Als het echt een hele dierentuinpack zou krijgen... dan zouden we net zo goed Planet Zoo kunnen installeren. Die heb ik trouwens ook. Maar die game heb ik echt pas een aantal minuutjes gespeeld. Met jullie hier in een video een keertje. En toen daarna ben ik toch weer Planet Coaster gaan spelen. Dus die heb ik nog niet zo heel erg lang gespeeld. Oké, wel een aantal lelietjes erin. Ik weet niet wat ik van deze moet vinden, trouwens. Ik zit in Frankrijk. Lekker. Lekker. Allemaal op vakantie dus. Even kijken. Gaan we... Oh joh, waarom pak ik toch elke keer deze? Hier lijkt het net alsof het van die leuke bloemetjes zijn. Maar dan pak ik hem en dan is deze al helemaal in de dode stijl. Als ik dat wil, dan laat ik hem wel gewoon even een tijdje in mijn tuin staan. Ja, dan hoef ik hem niet zo te kopen. Kijk, dat kunnen we ook doen. Doen we hier een beetje ook van dit soort bloemetjes. We gaan gewoon even wat proberen, hoor. We gaan gewoon even kijken hoe we dit leuk kunnen krijgen. Dan doen we die even wat groter. Kijk, bloemetjes. Oh, schattig. Lief. Kijk, ook hier zo. Deze heb ik ook trouwens neergezet. Deze zit ook in die nieuwe pack. Dit is ook zo'n leuke lamp. Die vind ik echt heel tof. Die doen me heel erg denken ook weer aan Planet Coaster. Dus wat dat betreft zitten er wel veel spulletjes blijkbaar in die ik dus echt graag gebruik. Hé, hey Maris, je hebt mijn dag helemaal leuk gemaakt. Ah, oh, nou, daar deed ik het voor. Ik ben in Nederland lekker punt. Nou, ik ook hoor, Sophie. Je bent niet de enige hoor. Ik ben ook gewoon lekker thuis. Niks spannends. Oeh, kijk deze. Kunnen we... Heb ik nog een plekje in mijn tuin waar ik deze nog kwijt kan? Ik wil deze graag nog even ergens neerzetten, want ik vind ze zo mooi. Doen we ze hier. Eens even kijken. Waar gaan we die erbij doen? Oh, hier. Ik heb hier nog precies een plekje ervoor. Kijk. Hoppa. Oké. Ik denk echt dat het zo gaat. Ik denk echt helemaal dat ze zo hun tuin inrichten. Ik zit in de Efteling. Durf jij in de Baron? Nou, dat is een achtbaan, toch? Ja. Ja. Ik ben heel stoer in achtbanen. Dat vind ik ook echt heel erg leuk. Volgende vraag. Ik ga over 2 weken naar Duinrel. Oh, wat leuk. Nou, ik zal je heel eerlijk zeggen dat ik daar echt nog nooit ben geweest in Duinrel. Ik heb wel de slogan. Daar kikker je van op. Maar ik ben er nog nooit geweest. Even kijken, jongens. Ik moet even concentreren, hoor. Want tuinieren is echt super moeilijk. Dus ik moet wel even nadenken wat ik aan het doen ben. We doen hier een witte. Die hebben we nog niet gebruikt. Is dat leuk? Dat compenseert je een beetje met dat wit van daar. Hier, nog wat meer stenen moeten erbij. Home tour in the game. Ja, maar ik heb nog niks. Ja, alleen maar aan de buitenkant. Maar dat heb ik net al laten zien. Dan had je er eerder bij moeten zijn. Maar ik heb nog niks aan de binnenkant gemaakt. Dat moeten we ook nog samen gaan doen een keertje. Ik weet niet of we daar vandaag aan toe komen. We zien wel. We zien het allemaal wel. Kijk, even random wat stenen. Ik doe er hier ook eentje tussendoor voor het kleurtje.
Ik denk dat je die zometeen niet echt meer ziet. Het voelt wel een beetje als de Efteling trouwens. Dat komt door die lantaarnpaal zo en die mooie bloemen en zo. Ik woon heel dicht bij de Duinrel. Oh ja, nou, ik neem aan dat je er dan inderdaad wel sneller naartoe gaat. Ik ben er echt nog nooit geweest. Maar dat, ik weet eigenlijk niet waarom. Ja, het is een zwembad, toch? Maar je hebt toch meer dan... Dat zwembad is toch maar een onderdeel ervan. Dat is dat tiki-bad, hè? Klopt. Ja, dat is volgens mij niet... Maar is de rest dan gewoon een pretpark? Ja, dat is waar. Maar wel leuk? Ja. Oh, oké. Okay. Dus we gaan er een keertje naartoe? Ja, nee, kan. Nee, dat vind ik niet leuk. Twee van die... Oké. Okay. Leuk? Nee, nee, sorry. Ik was in de tussentijd bezig met mijn plant. Maar ik vind het niet leuk om twee van diezelfde neer te zetten. Maar oké, okay, leuk. Nou, we gaan dus blijkbaar een keertje naar Duinrel toe. En iemand zegt, ik ben mijn haar aan het wassen. Jongens, ik krijg echt de meest random updates vandaag in de chat. Wat goed voor je dat je je haar aan het wassen bent. Ik ben helemaal trots op je. En Luna blijft de hele vakantie thuis. En wij ook hoor. Wij ook. Je kunt ook een hamster of rat kopen. Wist je dat? Ja, dat wist ik inderdaad, ja. Maar dat heb ik nog niet gedaan. Oh, help me nou even met die plantjes. Wat doen we hier nu? Doen we hier dan gewoon een beetje iets groenigs of zo? Op zich, misschien dat het dan nu tijd is voor zoiets als dit. Het is bijna een uur. Kijk, zie, ik ben alweer bijna een uur bezig met 6 plantjes. Wat moet je altijd doen? Oh, even mijn camera opnieuw opzetten. Wacht. Kijk, kunnen jullie even heel dichtbij mijn rode haar bekijken? En mijn plukje dat hier de hele tijd zo gek zit. Kijk, ik weet niet wat hij daar aan het doen is, maar we laten hem lekker zitten. Maris, leer mij bouwen. Nou ja, als je de stream van gisteren hebt gekeken, dan heb je het een beetje kunnen zien, toch? Ja, thanks. Oh, wacht, ik moet de camera wel aanzetten natuurlijk weer. Kom weer heel dichtbij hoor, niet schrikken jongens. Oh, in your face. Oké, okay, dat was het. Dat was het. Viel het mee? Ja, camera! Ja, jullie waren het vergeten, hè? Niemand die het zei, totdat Rick het zei. Oh, oké. Okay. Eén iemand zei het. Oh, heel scherp, heel scherp. Ik ga trouwens mijn kikkertje aan deze kant doen. Kom mee, kikkertje. Kan je wat dieper in het water? Hopla. Kijk, dan kan je die zo leuk zo van binnenuit bekijken. Hopla. Ja, dat is schattig. Gaat hij ook echt sproeien? Dat weet ik eigenlijk niet. Een home tour in the game, please. Ja, dat heb ik dus nog niet. Want ik heb nog van binnen niks. Kijk maar. Leeg. Leeg. Dat moeten we nog helemaal gaan maken. We zijn nu bezig met iets heel moeilijks. We zijn bezig met plantjes. Dus we moeten even bedenken wat we hier doen. Ik denk dat daar gewoon niet zoveel meer komt. Dan pak ik weer dat ding. Ik denk dat we daar gewoon even een klein beetje een onkruidachtig ietsje. Kijk, zoiets doen. Zo vloep. Beetje zo'n bloemetjesachtig ietsje. En dan ga ik even kijken bij het spuitdingetje. Hey Jennifer, dankjewel voor de donatie. Rick, bedankt dat je vanmorgen voor me gekeken hebt. Ja. Oh, je weet waar het over gaat? Ja, natuurlijk. Ah, oké. Okay. Graag gedaan. Graag gedaan, zegt Rick. Wat lief van je, Rick. Zo ben ik. Je hoeft me alleen maar te volgen op Instagram, crea.rick. Is het schors? Rick die zegt, je hoeft me alleen maar te volgen op Instagram, crea.rick. Even een kleine shout-out voor Rick. Even kijken, ik doe een beetje dit. Dan is het hier gewoon een beetje, dat het niet al zo aardig is, zeg maar een beetje zo. Hoepla. Kijk, dat is leuk. Dat voelt heel natuurlijk. Even een klein gummetje er een beetje overheen. Niet te veel. Zo. Kijk, oeh. Dat was wel een beetje te veel. We laten hem gewoon aan die kant zo. We gaan even over naar de andere kant. En dit trouwens, ik weet niet wat er gebeurde, maar toen ik mijn water ging verdiepen, toen ging hij het zo hakkelend maken. Echt super lelijk. Maar ik dacht, weet je, we werken het wel weg. Maakt het uit. Misschien kan je een soort van steiger maken over de vijver, zodat je met je voet in de vijver kan. Ik dacht, ik werk het dus niet weg, want ik maak hier gewoon een steiger. En dan zie je er helemaal niks van. Nee, ik had wel bedacht om een klein steigertje te maken, maar niet daar. Maar misschien kunnen we dat best wel doen. Misschien is dat echt niet eens een slecht idee. Ik weet dat je dat niet bedoelde, denk ik, voor hier. Ik denk dat je dat meer bedoelde voor daar. Maar we zouden hier best een soort van steigertje kunnen bouwen. Zit ik even te denken hoe we dat het beste gaan doen. Want in mijn hoofd zit ik nu weer in Planet Coaster. En dan zie ik mezelf alweer helemaal plankjes pakken om hem helemaal zelf te gaan bouwen. Maar dat werkt hier natuurlijk in deze game even niet zo. Zat er iets in van een steiger? Ietsigs? Nee, hè? Volgens mij niks, toch? Weet iemand dat toevallig? Want anders dan ga ik het gewoon bouwen met de bouwmodus. Ik weet niet of het misschien... Misschien zit het wel trouwens bij die vijver dinges. Wacht, heel even kijken. Nee, daar heb je echt een beetje van die zwembaddingen. Even kijken.
Niet hier. Ik zit in een stiekem in de tussentijd te wachten totdat iemand even snel reageert. Je hebt een brug, is dat wel? Zoek anders gewoon in de tekst. Ja, nee, ja. Er is wel een brug, blijkbaar. Oh. Een brug? Nee, nee, nee. Dit is bruggen der misvormden. Dat was niet wat ik zag. Op debug? Ja. Oh, niet met een 3 erbij. Nee, dat is, werkt niet zo. Waar zit je? Zit je voorop? Zoeken. En dan doe ik debug en dan zegt hij 0. Niks gevonden. Je kan met eilandleven toch een steiger bouwen? Ja, ik weet het heel eerlijk gezegd niet. Ik heb dit denk ik nog nooit gebruikt. Maar het zou kunnen hoor. Maar waar valt hij dan onder? Want dan ga ik daarvoor naar zoeken. Anders dan ga ik het mezelf weer vet moeilijk lopen maken. Want we hebben eilandleven. Kijk maar. Eilandleven. Dus we gaan eerst even kijken wat voor voorwerpen daar allemaal in zitten bij eilandleven. Even kijken of ik daarin kan veel een zwemvijver ervan maken. Dat kan. Er zijn geen steigers. Oh. Oké. Okay. Oh, volgens mij moet je type sterretje, sterretje, debug, sterretje, sterretje. Ga ik dat ook even proberen. Maar heb je wel de cheat gedaan? Ja, zeker. Want anders dan zag ik die steentjes van net niet. En als het goed is, staat hij nog steeds aan. Maar oké, okay, kijk, dit zijn alle spullen die bij eilandleven zitten. Dus in ieder geval bij de spullen zit het niet. Dan kunnen we dat in ieder geval uitsluiten. Dat we daar niet hoeven te kijken. Deze is trouwens ook wel schattig voor in deze wereld. En we moeten zo meteen ook even op zoek naar een waslijn. Maar dat is echt super random. Dat hoeft niet. Dat hoeft niet nu. Oké, dan gaan we proberen. Sterretje, sterretje, debug. Sterretje, sterretje. Nee, dat werkt niet. Dat was niet wat je bedoelde, dus waarschijnlijk. Oké, nou, dan gaan we nog even kijken hier. En anders dan gaan we het op een andere manier oplossen. Hoe we een steigertje kunnen gaan bouwen. Kijk, dit zijn al die diertjes. Die gaan we zo meteen ook doen. Oh, zo schattig. Ik laat me ook weer echt lekker afleiden trouwens. Die doen we zo meteen. Die kunnen gewoon op het einde. Die hoeven we niet nu al te doen. Wat zijn dit dan? Waarom is dit voor fonteindecoraties zwembadvoorwerpen? Oké, kijk, dat zit nu gewoon bij elkaar gelinkt. En dan heb je hier zwembad. En dit is alleen maar voor het zwembad bouwen en voor de rand en zo. Is het niet leuk om twee plantenbakken bij die twee ramen bij de deur te plaatsen? Oh, ja, dat denk ik wel. Ik heb nog helemaal niet dit gedaan, zeg maar. Dit nog niet ingericht. Dus, wat doen? Dus wat? Ctrl-Shift-C. Ctrl-Shift-C. bb.show live. En met V. Edit. Live met een F? Met een V. V. Ja? Edit objects. Edit objects. En als je nu zoekt op debug, hoeft niet met sterretjes. Dan vind je niks. Dan heb je het niet goed getypt. Nog een keer. Oké, nog een keer. Heb ik het niet goed getypt? Wat heb ik niet goed getypt? Had je wel al die bb.show ja, ja, debug, ja, maar ik... Nee, show debug. Show hidden object. Ja, 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 die heb ik gedaan toch? Dat hebben jullie toch gezien? Maar heb je dat ook met een hoofdletter getypt? Of is dat niet belangrijk? Hij doet het ineens. Je had het niet goed getypt? Jawel. Nee, hij doet het gewoon ineens. Ik deed het nu anders en nu deed hij het wel. Nee, ik weet niet. Ik had het toch echt gedaan? Want anders hadden we toch ook net die stenen hier niet. Kijk, want dan krijg je ook altijd in één keer deze stenen erbij. Kijk, zie, dit zijn die debugstenen. Die heb ik net nog laten zien. Of gaat het automatisch weer uit dan? Ik weet het niet. Ja, het is verder niet erg. Hij doet het blijkbaar. Oké, nou, we hebben nu alle debugprodongen. Jongen, jongen. Nou, hè, zo ontdek je weer eens wat. We hebben hem gevonden. Al Rick zegt dat hier een steigertje moet zitten. Nou ja, nee, dat zeg ik niet. Oh ja, kijk, daar is die. Oh, zie, ja, dat zei ik. Ik heb deze namelijk een keertje gebruikt bij mijn lake house, volgens mij. Dus daarom dacht ik al, volgens mij moet er zoiets in zitten. Kijk, dan maak ik hem even iets kleiner. Kijk, dat is dus op zich wel leuk. Kan die niet iets lager? Eens even kijken hoor. Kijk, want dit is leuker dan dat ik het zelf ga bouwen hoor. Dit krijgen we zelf niet zo leuk voor elkaar. En dan doen we er wel een beetje plantjes omheen om hem een beetje weg te werken. Het is volgens mij wel een soort van bruggetje trouwens. Ja, echt zo super random hier zo'n bruggetje zo erbij. Eens even denken, hoe gaan we dit doen? Ah, hij blijft wel verspringen. Hij wil echt alleen maar zo staan, zeg maar.
Doe de schommel. Ja, schommel is leuk, maar dat moet dan wel in de achtertuin, denk ik. Daar heb ik hier geen plek voor. Waar is meneer Kwek? Ja, die komt zo meteen. Die komt zo meteen. Hé, ik vind het wel een heel erg leuk steigertje, maar ik vind hem een beetje te groot. En ik weet niet of ik hem hier leuk vind staan. Ja, ik had hem al kleiner gemaakt, maar kijk, dan wordt hij wel heel mini. Volgens mij kan ze hier niet eens meer overheen lopen. Zie? Dat is echt bijna... Nou ja, aan de andere kant, als je hem vergelijkt met die koe, kijk. Op zich kan het wel. Ik vond hem net namelijk wel een beetje te groot. Hij is wel een beetje kapot. Ja, ik twijfel. Wat vinden jullie? En met zo'n jaar, waar doen we hem dan? Want dan gaat het dan dus zo. Oh, ik vind dat best leuk. Zullen we dit gewoon doen? Ik vind het bruggetje stijgertje wel leuk eigenlijk. Maar misschien aan de andere kant 6 maal. 6 maal. 6 keer naast elkaar zet. Ja, en dan zo recht achter elkaar. Ja, maar hij gaat dan wel zo, zeg maar. Ik denk niet dat heel mooier maakt. Kijk maar. Ik zal hem eventjes wat kleiner maken. Kijk, dus hier dan heb je hem zo. En dan heb je hem... Zo. Ja, dit zou kunnen. Als we hem dan misschien een beetje zo tegen elkaar aanzetten. Dat het dan een soort van zo'n soort stijgertje wordt. Dat kan wel. Dat is wel schattig. Hoe je er dan op komt, dat is dan de volgende vraag. Hier, vind je dat ingestorte ding? Oh ja, maar dat is op zich wel schattig. Het lijkt nu net wel alsof het er wel echt voor gebouwd is. Wel een leuk idee, dankjewel. Sorry, ik ben je naam vergeten van wie het idee was, maar ik vind het wel leuk. Zullen we het gewoon zo doen? Dit is schattig. Oké, dan vullen we dit dan toch wel gewoon op met plantjes, goed? Dan doen we hier gewoon even een beetje modder spuiten. Waar is mijn modder? Deze. Kijk, en dan zetten we hier gewoon een paar plantjes overheen. Dan zien we dat ook niet meer. Dat is mijn oplossing altijd. Er voor alles. Als het lelijk is, gewoon wegmoffelen. En dat deden we met het haken vroeger ook altijd al. Zodat ik mijn randjes nooit mooi opgelost kreeg. Gewoon wegmoffelen. Dat is de oplossing voor alles. Heb je je huiswerk niet afgekregen? Gewoon wegmoffelen. Heb je nog allemaal vaat op het aanrecht staan en komt iedereen in één keer op bezoek? Gewoon wegmoffelen. Werkt voor alles. Maris, heb je niks lekkers? Nope, alweer niet. Gezond ben ik bezig, hè. Ik vond echt dat ik wat minder moest snoepen. Weet je, ik zal het maar eens eerlijk zeggen. Mijn broek begon een beetje strak te zitten. Dus ik dacht, weet je, misschien moet ik toch maar even iets minder gaan snoepen. Dus waarschijnlijk hou ik het 3 dagen vol en is het dan weer klaar. Maar dan heb ik wel 3 goede dagen gehad. Toch? Beter dan niks. Ik kwam trouwens net deze bloemkool hier tegen. Dat vind ik ook echt een leuke, dus die doen we er ook bij. Dus ik heb vandaag weer heel saai alleen een flesje ASMR water. Komt u weer, jongens. Ja. Zo. Normale mensen. Eeuw, ik haat modder, Maris. Waar is mijn modder? Mijn modder, waar is mijn modder? Daar is mijn modder. Ja, ik had het nodig. Ik had de modder nodig. Ik wil even een bloemetje. Een bloemetje nog erbij. Even kijken. Geef me even een leuk bloemetje. Kom op. Geef me even iets leuks. Geef me even iets leuks. Nee, niet dit. Niet dit. Misschien moet het gewoon even een beetje laag of zo. Gewoon. Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat we een beetje beginnen af te dwalen met het idee dat het een rommel begint te worden. Wat denken jullie? Het zag er net beter uit volgens mij. Weet je hoe lang we ook al bezig zijn met deze planten? Geniet te doen. Ja, ik ga maar een uurtje live hoor. En dan gaan we stoppen, want dan ben ik vast moe. Nou... Kijk wat je doet in een uurtje tijd. 3 plantjes. Maar kijk hoe schattig het wordt in een uurtje tijd. Dat is dan wel weer leuk. Dat is dan wel. Het wordt heel bloemerig schattig. We gooien er nog even weer een paar stenen bij. En dan moeten we helaas aan de andere kant ook nog plantjes doen. We zijn er bijna. Bijna zijn we er. Oh, die stenen zijn zo leuk. Die maken het wel echt helemaal gezellig, vind ik. Ja, ik heb me toch zoiets gezelligs gekocht vandaag. Oh, wat heb jij gekocht? Ik heb stenen gekocht. Oh, dat is wel heel gezellig. Maar absoluut waar.
Het is wel gezellig. Het staat echt vet leuk. Kijk nou. Ik vind alleen deze nog steeds niet mooi. Ik ga hem weghalen. Ik vind die echt te groot. En al een kledingkast voor je kleding. Ja, we hebben wel een kledingkast voor de kleding. Dat gaat wel goed. Maar ja, weet je, dan moet het wel blijven passen. Want anders dan moet ik weer allemaal nieuwe kleding kopen. Daar heb ik dan weer geen zin in. Oké, nu denken allemaal mensen dat ik echt vet vaak op dieet ben en zo. Echt nooit. Want ik haat dat echt. Ik ben daar echt helemaal niet goed in. Nee, het is genoeg. Genoeg, genoeg. Doen we hier nog even wat, een klein plantje hier zo. En dan kan de koe kijken. Lekker zo erbij kijken. Ben ik de enige die vraagt aan Maris wanneer ze weer Hokko Live gaat spelen? Ik denk het. Ik heb dat al een tijdje eigenlijk niet gespeeld. Of eigenlijk alleen die keer toen met jullie. Want ik vond het wel heel leuk. Maar toen daarna had ik even niet zoveel zin om in mijn eentje te gamen. Dus toen ging ik samen met Rick gamen. En dat was eigenlijk de laatste keer. Sindsdien hebben we eigenlijk het helemaal niet meer gespeeld. Dus nu moet ik dan weer inkomen, zeg maar. En toen kwam dit. Nou ja, zo gaat het wel vaker, toch? Kijk. Doen we hier nog een beetje plantje. En dan laat ik het rest een beetje open. Hier nog wat naast. En dan is de rest voor de koe om naar te kijken. Anders vind ik het zielig als hij niet naar zijn watertje kan kijken. En als hij nou dus niet wegloopt, als hij nou een beetje braaf is, dan doen we het hekje open. Dan kan hij ook lekker water drinken uit zijn vijvertje. Dat vindt hij vast ook leuk. De stijgers zijn leuk, Maris. Dankjewel. Ik vind dat ook wel leuk staan. Dat past er wel bij. Het is een beetje ingestort. Maar goed. Daar ging een zware koe op staan. Dan krijg je dat. Deze mag wel even ietsjes kleiner. Kijk, die zijn ook een beetje weggegroeid. Oh, wat een leuke dingetjes. Wat een schattige bloemetjes. Kijk, doen die steentjes. Geef me steentjes. Geef me weer zo'n steentje. Die leggen we er ook een beetje bij. En deze. Ik word helemaal rustig van die tuinieren, joh. Ik vind het echt zo leuk. Maar is volgende week. We gaan de tuin helemaal anders maken. We gaan allemaal planten neerzetten. En dan heb ik vet veel plezier, hè. Totdat ik het die week daarna al het onkruid tussen vandaan moet gaan zitten halen. Wil jij dat dan doen, Rick? Dan zet ik al die plantjes erbij. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, is het genoeg? Nee, hè? Moet nog één bloemetje of zo bij. Wacht, ik ga even een bloemetje kopiëren. Deze, die vonden we zo mooi. Die heb ik gewoon nog een keertje gekocht. Deze plant. Hij is ook klein, maar zo vind ik hem weer te groot eigenlijk. Ik zie. Zo vind ik hem weer net weer een beetje aan de grote kant. Even kijken. En dit, dat geen gras. Die maken we even ietsjes kleiner. Kijk, die kan nog wel zo hier erbij. Oh, het wordt een lekker rotzooitje nu. Nou, en nog wat bloempies. Kijk, hoppa. Nou mist de paars, hè? Doen we nog... Niet van die hoge bloemen. Kom weer met deze. Ja, hij gaat gewoon... Hop, kijk. Kijk. Kijk nou. Nou. Dit ziet er toch leuk uit? Dit wordt toch schattig? Ik doe heel even dit hier. Anders vind ik het iets te natuurlijk. Of iets te niet natuurlijk eigenlijk meer. Dit voelt voor mij iets natuurlijker. Dat het niet overal perfect groen gras is, zeg maar. Ik vind dat niet passen bij deze tuin. Misschien kunnen we hier trouwens nog zo'n buxushechting neerzetten. Even kijken, ja, wat doen we dan? Doen we dan een... waar zijn ze ook weer? Een koe? Kijk, nu is de koe tenminste wel groen. Maar we weten hoe die er in de herfst uitziet, hè? Dan wordt die echt niet mooi. Maar we zouden hier een koe kunnen neerzetten of een konijn of een kip. Die koe staat daar al eigenlijk, hè? Dus die mag er eigenlijk niet bij. Doen we hier de kip. Yeah! Dit is mijn domein! Ik vind hem eigenlijk echt veel te groot. Nou, ik weet niet of die hier komt hoor. Sorry kip, je bent te lelijk. Ik ga me lekker focussen op de dieren in het water. Dat is veel leuker. Waar zijn mijn dieren? Hier, oké, wat gaan we doen? De zwanen gingen we doen. Even kijken, die zwemmen hier zo heel triomfantelijk zo met elkaar. Als het goed is als ik hem straks op spelen zet,
Ja, dat kunnen we nu niet testen, hè, want ik zit nu in de bouwmodus. Dan kunnen we ze ook zien zwemmen. Oh nee, ik doe trouwens... Ik doe deze. Ik vind die witte eendjes leuk. Wat doen we hier van die witte eendjes? Geen krokodil. Er gaat geen krokodil in. Vuurvliegjes. Oh. Ja, doen we er hier een paar. En hier een paar. Die zijn toch heel klein. Kijk, in een libelletje. Die vliegt ook over het water. En hier zo. Heel deze hoef ik niet hoor, muggen. Die komen er niet in. En wat is dit? Een uniek ondergedompeld object. Een buitenaards wezen in de natuur. Nou, dat hoef ik niet. Ik was gewoon bezig met iets heel normaals. Dan ga ik geen... Nee, doe de kip. Nee. Oh, die kip. Waarom? Nee. En doen we er ook nog visjes in? Geen kikkervisjes hoor, want dat worden kikkers. En die gaan weer door de hele tuin heen. Dat vind ik echt helemaal niks. Christina, dankjewel voor de superchat. Het ziet er superleuk uit. Oh, dankjewel. Ja, het wordt wel heel cute, hè? Kijk, doe wel een paar van die vieze vissen. Zo. En dan, oké, kikkervisjes. We doen hem gewoon helemaal vol, om mij te schelen. Maar het is toch jammer dat we nu niet kunnen zien hoe het eruit ziet. Oké, ik ga hem opslaan. We gaan naar de herfstmodus. Dan gaan we kijken hoe het eruit ziet, ja? Kunnen we meteen kijken hoe droevig mijn tuintje er nu bij staat. En die kip was echt lelijk eigenlijk. Ja, toch, Lieke? Dat vond ik ook. Ik vond hem ook echt lelijk. Dit ziet er trouwens wel heel schattig uit nu al zo. Kijk nou, ook al heb ik de achtertuin nog niet eens gedaan. Ziet er nu al leuk uit. Ja, doen we hem op spelen. Oké, moment van de waarheid. We gaan zien hoe de tuin eruit ziet. Oh, lelijk. Sorry voor het lelijke lied. We gaan... ik zie staal weer bij mijn kip klaar, hoor. We kijken. Daar gaan we. Ja. Ja. Wat? Zoveel zwanen? Zoveel eenden? Wat is dit? Dit heb ik niet gezegd. Kijk hoeveel het er zijn. Huh? Heb ik er zoveel aangeklikt? Komen ze per twee of zo? Ja, dit is wel een beetje zielig. Dit is wel een beetje dierenmishandelingen, maar zoveel van die beesten. Kijk, nou, deze kan niet eens meer in het vijvertje erbij. Past gewoon niet. Oké, nee, jongens, dit is niet een succes. Dit moeten we even anders doen. Kom hier. Even wat... jullie moeten weg. Jullie komen blijkbaar per twee. Niemand die mij dat even vertelt of zo. Het stond vast in de tekst, maar ik heb het niet gelezen. Deze eenden komen ook per twee. Komen ze allemaal per... Oh, deze komen per drie. Oh, oké. Nou, doen we wel veel eenden dan, hoor. Jeetje. Nou, wat doen we dan? Doen we de witte eenden wel weg, oké? Ik vind het wel heel schattig, maar ik heb al witte zwanen. Ik wil eigenlijk helemaal die zwanen niet. Ze zijn zo groot. Oké, gaan we even kijken hoe het er nu uitziet. Ik weet het niet, hoor, zwanen. Maar je zit ook niet echt op de goede hoogte, heb ik het idee. Want kijk, wat ben je daar aan het doen? Er gaat hier iets niet helemaal goed met mijn zwanen. Laat me zien. Ik heb jullie gewoon niet goed geplaatst. Oké. En nu? Nou, maar goed dat we dit testen. Want dit was anders toch echt wel eventjes een deceptie. Oh, dit is wel heel schattig zo. Kijk. Dit ziet er wel leuk uit. En de tuin valt mee, hè? Kijk maar, heel hard aan het werk zijn trouwens, joh. Ik ben intussen al de koe aan het verzorgen en aan het borstelen en zo. Oh ja, ze heeft trouwens nog steeds honger. Al sinds gisteren. Maar ik heb nog steeds geen keuken voor haar gemaakt. Dus ze kan nog steeds niet eten. Echt vet zielig. Hé, maar mijn zwanen vliegen niet meer. Laten we dat dan maar zo. Qua eendjes. Zitten hier visjes? Die zie ik wel. De libellen zie ik niet trouwens. Die komt waarschijnlijk gewoon af en toe even aanwaaien. En de vuurvliegjes zijn denk ik pas vanavond. Dus die kunnen we ook nog niet zien. Ah, het is wel heel lief zo. En maar kijk mijn fontein. Die zit ook net niet lekker in het water. Zie je dat? Dus die moet ook even op een andere plek. Oké, nou goed dat we het testen. Kijk, doen we die ook meteen even verplaatsen. Kunnen we die wat meer... Hier, denk ik. Zou die dan nu wel... Ja, maar ik vind hem daar niet mooi staan. Vind je gewoon niet mooi daar. Je moet gewoon doen wat ik zeg. Je moet gewoon en mooi staan en ver spuiten. Dat kan je best. Nou ja, hij is nog steeds te hoog. Zie, hij is nog steeds niet goed. Oké,
Wacht. Dan moet je zeker echt helemaal hier per se. Stomme kikker. Nou, dan weet ik niet of ik die hou, hoor. Eel. Kijk, zie je, die zwaan zit er ook al naar te kijken. Van, moet dit? Dit is precies het plekje waar ik wil zwemmen. Ik ben het hier niet mee eens. Kijk, ik ben het er ook niet mee eens, zie? Kom ook echt kijken ernaar. Lelijk. Wat ga je doen? Wat? Oh. Oh, ze is blij. Ja, ze is heel blij. Ja, zielig, hè? Zielig dat ze geen keuken heeft en niet kan eten, hè? Maar ze wacht maar gewoon even, want ik ben nog niet klaar. Hé, hey, dit is hoe het er dus uitziet in de herfst. Dat is wel echt even een heel ander gezicht, toch? Dit had ik toch niet kunnen samenstellen als ik hem gewoon zo had laten staan. Dat is toch niet te doen? Het is nu leuk om naar te kijken, want nu maakt het niet uit van... ja, dan is het herfst, dan ziet het er allemaal wat anders uit. Lekker belangrijk. Maar als ik het echt zo moet samenstellen, dan is het bijna een challenge. Gewoon zo'n geen kleur challenge. En dan de kleuren aanzetten en dan... wow, matcht echt totaal niet bij elkaar. Dat is echt... nou ja, misschien ook wel een heel leuk resultaat trouwens. Maar niet wat ik wilde doen, zeg maar. Oké, maar ik kan in ieder geval die dieren, die moeten we dus wel echt doen in deze en dit fonteintje. Want dat doen we dan wel even hier. En dan zet ik hem zo meteen weer even terug, hoor. En dan ga ik weer even verder in die andere kleuren. Even kijken, want dan gaan we naar de fonteinobjecten. Want die kikker gaat gewoon weg, hoor. Weg met de kikker. We gaan fonteindecoraties. Oeh, watersproeier. Kijk. Ja, dit is toch moeilijk. Hoe moet ik dit dan nu testen? Dat is leuk, zo'n watersproeier, maar... kijk, hoe weet ik nu wat hij sproeit? Laat me zien. Oké, nou, daar is nog wel wat werk aan de winkel, als ik dit zo zie. Hoe maak je een mooie fontein? Felice, oh, en dankjewel voor het uitwerken van mijn idee van de steiger. Oh, jij was dankjewel, Felice, voor het idee. Oké, maar dit was echt een teleurstellende sproeier. Wat doet deze? Ja, oké, ze spuiten dus allemaal gewoon een kant op. Zaten ze niet ook gewoon bij? Waar ze heen gaan? Watersproeier genereert parabolen. Een geometrische koepel in het water. Dat klinkt heel mooi. Laat me zien. Ja, dat vind ik schattig. Dat vind ik leuker, inderdaad. Ja, dat past er helemaal bij. Dat zouden mijn opa en oma ook in de tuin plaatsen. Dus dat matcht helemaal hierbij. Oké, doen we deze even weg. Doen we even dit. Hier doen we leuk zo lekker in het midden. Denk ik. Oh, dat is moeilijk. Hoe maak je een fontein? Wat doe je er nog meer allemaal in? Wat is dit? Een klein lampje. Een beest met een fontein. Oh, lampjes. Dat moeten we natuurlijk ook nog erbij maken. Kijk, daarom heb ik geen fontein. Of geen vijver in de tuin, mensen. Het is te moeilijk. Te veel werk. Grote waterspuit. Oké, wacht. Kunnen we die er precies op dezelfde plek bij zetten? Hoe ziet het er dan uit? Wow. Nou, dit is niet eens stom. Maakt wel veel herrie. Oh. GeekCon is in de stad. Oké. Ja, maakt wel veel herrie, maar dit staat best wel schattig zo. Toch? Maar ik vind het wel echt heel veel herrie, hoor. Ik weet niet of jullie het horen, maar... oh, gebruik de cheat. Oké, wacht. Ik krijg goede cheats. We gebruiken de cheat Seasons plus Advanced Season. Oh, dan kan ik hem even op iets anders zetten. Kijk, wat een goede tips. Thank you. Season.advanced... season. Oké, dan moet ik er vast nog iets achter zetten. Oké, wacht. Even terugscrollen in de chat. Seasons plus advanced. En dan de season is dan zeker het seizoen dat ik moet typen. En niet... Help me out. Ik voel me dom. Moet ik hier dan gewoon zomer typen? Nee, dat werkt niet. Help. Kan je even nacht doen, dan kan je de vuurvliegen zien. Ja, dat kan dus niet. Kijk, want in de bouwmodus kan ik hem wel op nacht zetten, maar dan zien we ze niet. En als ik hem nu op spelen zet, kijk, dan is het automatisch weer overdag. Helaas. Seasons. Punt. Set_season. En wat wil je hebben dan? Zomer, denk ik. Spatie 0 dan.
spatie 0. Nee. Heb ik weer niet goed getypt? Seasons. Oké, nog een keer. Seasons. Punt. Set. Underscore. Ja. Season. Spatie 0. Dat is zomer. Nul. Maar je moet wel play doen, hè? Want dan... dat kan natuurlijk niet als hij... Doe het nu eens. Nee, niet pauze. Oh. Oké. Okay. Seasons. Punt. Set. Underscore. Season. Spatie. Kijk, daar komt die witte wolf. Nee, werkt niet. Werkt niet. Hij moet snel. Wat doet hij in mijn tuin? Wie ben jij? Want die season advance, dan gaat hij gewoon naar de volgende. Ja, oké. Okay. Nou ja, hij doet het nog niet. Ik zal er zo eens even naar kijken. Maar kijk, bewijs. Hier is de witte wolf. En hij heet Blaadje Fennek. Het is een oudere. Daarom is hij misschien ook wit. Misschien is hij al grijs aan het worden. Maar hier is de... wolf, zeg ik. Vos. Hier is die vos. Kijk maar. Hé! Hé! Waar is hij heen? Waar komen al die mensen vandaan? Waarom zitten ze allemaal op mijn erf? Ga weg. Het is nog in aanbouw. Er valt nog helemaal niks te zien. Wedden dat die vos al heel snel hierheen is. Ik heb mijn kip is boos. Ik krijg zeker geen eten. Tuurlijk. Dat is altijd het enige waar beesten boos over zijn. Dat ze niet te eten krijgen. Of dat hun hok vies is. Oké, ik ga snel weg hier, mensen. Er gebeurt echt van alles te veel in deze game. Iedereen die wil van alles en zo. Ik ga even opslaan. Ik ga even snel terug naar werelden. Ik ga volgende keer uitzoeken hoe die seasons... Nee, dat is die buurman met de liefdesbrieven. Oh, maar wie is dan dit? Wie komt hier dan boos erachteraan lopen? Is dat zijn vrouw? Nee, dat wil ik niet meemaken, hoor. We gaan even snel weg. We gaan snel weer naar de werelden. Want de buurman die komt gewoon zijn liefdesbrief brengen. Ah, zal dat het zijn? Oh. Ja, wie weet. Ik ga even terug naar het bouwen. Dan weet ik zeker dat het zomer is. Je hebt toch een Maccafé gemaakt? Geef er anders even een Mackie. Ja, dat is eigenlijk wel, hè? Kan ze niet eens even een Mackie halen? Hé, hey, ik laat de vijver dan maar even voor wat het is, hoor. Want ik kan het dus verder nu niet zien. Ik heb nu geen play mode, zeg maar. Ik heb nu weer alleen maar bouw mode. Ik ga even dit gedeelte ook nog even vullen met plantjes. Ik ga die kip niet neerzetten. De buurman die gaat vreemd. Ja, dat denk ik ook, ja. Denk dat hij iets uit te leggen heeft thuis. Denk dat dit niet helemaal goed gaat. Ja, kom je nu met de cheat? Ja, dat hebben we toch goed getypt net? Ja, dat dacht ik ook. Ja, nee, dat weet ik ook niet dan. Hey, Crea Rosie, dankjewel voor de superchat. Hi, kan je alsjeblieft voor journal video's maken? Nee, die video's maak ik niet meer. Maar er staan wel een heleboel video's nog steeds online. En die blijven ook online staan. En die kan je gewoon altijd terugkijken. Voor meer inspiratie. Maar ik maak geen nieuwe journal video's meer. Ik ga dit stukje ook zo aankleden. Het leek me wel leuk als je hier zo langs loopt. Dat je dan lekker gezellig door de... bloemetjes heen loopt, zeg maar. Dat leek me wel leuk. Ik weet niet of het allemaal een beetje mooi matcht ook bij elkaar. Maar, hè, maakt het uit. Kun je een beetje omkruisen tussendoor. Gaan we het hier ook nog gezellig vol zetten. Met een roze er ook bij. Ja, die roze is wel leuk, hè. Die vind ik wel echt heel schattig. Het is wel echt heel veel plantjes. Ik zou er wel een beetje onrustig van worden ook. Nee, Maris, dit is niet leuke roze schattige bloemetjes. Skip, want die is niet mooi in deze tuin. Die past er niet bij. Oké, we doen een beetje een groen plantje. Eerst testing cheats true. Pas daarna werkt die cheat. Ah, daarom deed hij het niet. Oké, okay, nou, dan ga ik die voor de volgende keer proberen. Nu doen we wel gewoon even een beetje omslachtig. Testing cheats on. Oh, testing cheats on. Oké, okay, nou, Rick is intussen voor alles aan het sturen. Ik ben inmiddels al lang weer terug, hoor. Ik ben gewoon weer terug bij de bouwmodus om het op die manier te doen. Kijk, doen we het gewoon een beetje zo. Ja. Kijk, doen we hier nog een beetje plantjes. Ik zat dus te denken, daar wilde ik even jullie advies om vragen. Is het leuker om via deze kant dus zo te lopen? En dat je hier dan dus achterom gaat. En dan dus door
dit poortje, hekje, dingetje met die bloemetjes, zeg maar, hier erbij? Of doen we dit dicht en doen we deze hier? Want ik wist dus niet zo goed. Ik vond dit ook wel schattig. En dat hij hier dan zo door een toogje gaat en dan zo naar de achterkant. Of zeggen we doen het gewoon allebei. Wat zouden jullie doen? Want ik kan ook zeggen, ik hou dit gewoon lekker een beetje grassig-achtig. En niet dus ook weer helemaal zo met een poortje. En ik voel het nu een beetje dubbel op, zeg maar. Dat het aan die kant zo'n hekding is en dan weer daar zo'n poortje of zo. Ik weet niet, misschien kan ik hem ook voor achter gebruiken. Wat vinden jullie leuk? Lama. Ja, lama is ook leuk. Rechts gaan allebei. Allebei. Oké. Okay. Nou, ik zie bijna iedereen typt allebei. Oké, okay, dan houden we ze gewoon allebei. Dat kan wel. Is dat niet een beetje te veel van het goede? Nou, zo te zien niet, want jullie vinden het leuk. Allebei, allebei, allebei. Oké, okay, dan houden we het gewoon allebei. Jeetje, is er ook iemand die anders denkt dan allebei? Hey, dankjewel Brooke, denk ik. Brooke Groeneveld voor de superchat. Is de boerderij goed om te kopen? Please, mijn naam. Is de boerderij goed om te kopen? Wat bedoel je daar precies mee? Is de boerderij... Of deze expansion leuk. Oh, of deze expansion goed is. Of het die het waard is om te kopen. Denk dat je dat bedoelt. Ja, zeker. Ik vind van wel. Maar het zei ik gisteren dus ook. Het ligt wel een beetje aan of je van een boerderijtjes houdt. Als het echt totaal niet je smaak is. Dan denk ik alsnog dat je er wel blij mee gaat zijn. Aangezien je ook heel erg veel leuke spullen erin hebt zitten. De ramen bijvoorbeeld die erbij horen zijn ook echt heel leuk. Maar ik denk dat je dat zelf wel best een beetje kan inschatten als je het nu zo ziet. Tot dusver vind ik het heel leuk. En het feit dat ik vandaag het alweer aan het spelen ben, zegt denk ik ook wel genoeg. Zegt denk ik ook wel genoeg. Dus ik vind het zeker waard. En ik hoop dus dat ik je naam goed zei. Ik denk Brooke. Engels. Zet de konijn onder de haag en dan is die ingang weg. Maar ziet het er wel leuk uit. Oh, dat we daar dus zeg maar inderdaad zo'n soort van... Ja, oké. Okay. Nee, maar dan denk ik toch dat ik hem dan bewaar voor... Een ander stukje. Weet je wat ik trouwens hier wel leuk zou vinden? Dat hier bijvoorbeeld dan de kippie zo lopen of zo. Ik weet niet, het voelt al echt als een stukje waar zo het kippenhok naast zou staan. En dat ze dan zo stiekem hier zo allemaal onder zitten. Maar ik moet ze wel een hekken hè, om die kippen heen. Want anders dan komt die vos. Vind ik wel echt jammer, want ik wil kippetjes eigenlijk gewoon los laten lopen. Dat zie je toch altijd? Dat doen ze toch altijd? Gewoon zo lekker overal langs. Ik ga deze nog een keertje ook hier doen, want die zijn leuk. Een hek om je hele erf heen doen. Ja, een heel hek om mijn hele erf heen. Ja, misschien. Wat is dit? Nee, veel te tropisch. Oh, dit is ook wel heel erg tropisch, zeg. Ja, zou dat werken? Een heel hek om mijn hele erf heen? Komt hij daar niet gewoon stiekem tussendoor dan? Maar ja, dan zou hij toch ook bij de kippetjes weer kunnen komen. Dus dat maakt dan natuurlijk ook niet zoveel uit. Nee. Niet goed. Nee, ja. Ik kan het proberen. Want ik vind het zo leuk als die kippetjes gewoon loslopen. Wat hebben we hier? Ik ga gewoon even plantjes vanaf deze kant kopiëren, hoor. Ik denk dat dat even iets makkelijker is. Ik heb die... Oh ja, dat was die hele grote. Die is mooi. Wow, nee, niet nog groter, niet nog groter. Zo is die groot genoeg. Nee, ik denk dat ik eerder deze neem dan. Die is toch prachtig, deze boom. Kijk nou hoe mooi die is. Zelfs als die zo super klein is, is die leuk. Zo, het moet niet te symmetrisch worden. Oeh, deze is zo mooi. Ja. En dan doen we nog een beetje van die zo. En van deze erbij. Hoe lang ben je al live? Ja, dat weet ik niet. Dat kunnen jullie beter zien dan ik. Veel te lang waarschijnlijk alweer. Hey, dankjewel Pipi Langkous voor de superchat. Wil je een keertje met mij Among Us doen? Oh, dat is lief. Nee, maar dat speel ik eigenlijk ook helemaal niet meer, Among Us. Dus nee, sorry. Maar wel lief dat je het vraagt. Zijn er eigenlijk nog mensen die Among Us spelen? Oh, die vos die kan door het hek, zegt iemand. Maar dan kan die vos toch ook door het hek als het hek staat om de kippen heen? Of ben ik nou zo... Ik wilde het niet zo noemen, maar ben ik nou zo slim? Komt het wel op neer. Oké, geef me nog een beetje van die dingen? Toch? Want dan kan die daar toch ook gewoon doorheen? Wat is dan het verschil? Dan heeft een hek helemaal geen nut. Dus ik denk dat we dan alleen maar
Dat het alleen maar nuttig is als we dan dus die vos bevriend maken. Zodat hij ons niet meer komt aanvallen. Oh, nou, dat valt nog mee, toch? Dat valt nog mee. Zo. Kijk nou hoe leuk dit wordt. Het is zo schattig. Het wordt echt leuk. Oké, zullen we het gewoon proberen? Zullen we gewoon proberen om... je kan het hek op slot doen. Dan kan de vos er niet meer doorheen. Ja hoor. Wat is dat nou weer? Nou weet je, ik heb toch superveel van die kippen gekocht. Er kunnen wel een paar meegenomen worden door de vos. Ik wil mijn kippies hier. Ik vind het echt de perfecte plek voor mijn kippies. We moeten ze hier gewoon hebben. Kijk, wacht. Dan doen we die bomen van een beetje naar achter. Dan doen we die kippie zo ervoor. Kijk nou, hoe schattig dat staat daar. Je ziet ze bijna niet, maar ze zijn er toch. Zouden ze nu vanzelf die kant op lopen? Nou, ik help ze wel even. Kijk, kippie 1. Kippie 2. Ze komen ook allemaal die kant op. Waarschijnlijk stond ik daar en gingen ze om me heen om te zeuren over eten. We hebben honger. We moeten eten hebben. Want heb ik heel veel van die kippies gekocht gisteren eigenlijk. Oh, niet normaal. Kijk hoeveel ik er heb. En dan gaan we haan. Ja, alleen is geen hek. Alleen is geen hek. Kijk hoe leuk dit is. Dit wil ik toch gewoon zo rond hebben lopen. Zonder hek. Kijk, ik wil best wel hier een hek zetten. Hier moet je wezen hek. Ja, als je je hek ook al zo gaat noemen. Lok je die vos ook wel een beetje mee, hè? Kijk, nou. Een beetje onkruidjes erbij. We gaan het gewoon proberen. Ik ben gewoon eigenwijs. Waarschijnlijk ga ik er spijt van krijgen, maar dat zien we dan wel weer. Oké? Voor dusver doen we gewoon net alsof het kan. Rondlopende kippies. Nee, geen onkruid. Oh, een beetje bloemetjes staan er nog bij. Willen we dat? Maar dan niet deze. Dan gaan we even naar de bloemetjes. Ja, hier groeien nog een beetje zo van die bloemetjes. Leuk. En dan doen we hier nog zo'n steentje nog erbij zo. Kijk. Och. Kijk nou hoe gezellig. Het voelt wel echt als thuis. Mijn huis ziet er echt totaal niet zo uit. En ik heb ook geen kippies in de tuin. Maar als ik denk aan een tuin en een thuis, dan zou het wel echt zo voelen. Zo gezellig. Echt heel erg leuk. Ook zo met dit en dat zo hier, dat zo door het donker, zo eronder en zo. En dan, ik vind het echt heel schattig. Maris, als ik zo aan al die plantjes en die bosjes denk, dan denk ik ook een beetje aan het doornroosje met die bloemen en zo. Het is net een sprookje. Ja, toch? Dat zeg ik. Het voelt echt gewoon, als je er zo naar kijkt, gewoon dit stukje ziet er zo leuk uit. Het is echt zo, ja, dit is gewoon jammer dat het er nu zo uitziet. Maar dan moet je even doorheen denken. Oh, ik moet trouwens dit nog even opleuken. Want dit ziet er ook nog niet zo mooi uit zo. Daar doen we ook nog even wat. Ik kan wel even kijken of ik het terrein kan fixen trouwens. Even, ook niet zo groot, niet zo groot, niet zo groot, niet zo groot. Doen we, en dat is wel heel klein. Oh, dat is meteen wel weer heel hoog. Dat hoeft dan ook weer niet. Hier, misschien een beetje vlak maken. Ja. Oh. Dan doe je nou meteen mijn steiger ook helemaal omhoog halen. Nee, hè? Volgens mij ging niet goed zo. Kijk, dan leggen we daar nog even wat steentjes voor. Ja, het wordt echt heel leuk. Wie zou zo willen wonen, trouwens? En dan moet je even niet denken aan het onderhoud en zo. En aan wat het kost, oké? Dus niet denken van, oh, dit kan ik echt niet betalen. Of dit vind ik echt te veel werk. Want ik zou het echt te veel werk vinden om dit te doen. Zou ik echt niet weten wanneer ik dit zou moeten doen. Het zou er echt binnen een half jaar echt niet meer uitzien. En dan helemaal verwilderd zijn en verwoekerd. En dan is het echt niet meer mooi. Maar als stel je denkt dat helemaal weg. Stel je hebt gewoon genoeg geld om een hovenier te laten komen. Die het elke dag gewoon voor je onderhoudt. En of weet ik veel, ook niet eens. Gewoon dat het gewoon magisch gewoon... Gewoon zo er altijd uit zou zien, zeg maar. Wie zou dit willen? Ik, ja. Echt toch? Ik zou dan wel zo door mijn tuintje lopen en dan echt denken gewoon van... Ik ben wel een gelukkig mens, zeg maar. Ik heb niet zo heel veel meer nodig dan dit erfje waar ik woon. En dat is genoeg. Ik, ja, tuurlijk wil ik daar echt wonen. Ja, toch? Ja, dat zou toch... Ik niet, want ik kan er niet in wonen. Want er zit nog niks aan de binnenkant, natuurlijk. Nee, oké, maar dat komt ook. Wordt ook van binnen heel schattig.
En dan lekker zo'n schommelstoeltje. Echt op mijn oude dagje, jongens. En dan lekker zo op zo'n schommelstoeltje. En ook lekker tijd heb om hier lekker tussen te neuzelen. En even lekker mijn koetje en mijn paardjes dan misschien zo hier. En dat je dan gewoon... Ik weet niet, ik kan me hier wel helemaal in vinden eigenlijk. En dan die eendjes, die geef ik dan ook allemaal een naam. Daar ga ik ook allemaal mee knuffelen. Dat is met die kippen en zo. Zijn eenden eigenlijk lekker om mee te knuffelen? Ik vind vooral die koe leuk. Ja, toch? Dat is... Oh ja, dat gingen we ook nog even doen. Ik vind het zielig. Hij gaat ook hier... Kijk, hier zo. Kan die lekker zo naar zijn vijvertje lopen. Dit stukje moet er ook nog wel bij. Kijk, dan mag hij gewoon. Mag hij gewoon lekker kijken. Super schattig. Helemaal leuk zo. Echt heel leuk. En dan ook die fiets. Ga je ook een lama nemen? Ja, ja, dan moeten we er nog even bij. Zullen we die dan in de achtertuin doen? Want ik heb hier nu mijn koe. En ik vind het zielig als mijn koe helemaal niks heeft. Alleen, ik wil nog wel een beetje aankleding voor mijn koe. Want het is nog wel een beetje kaal. Die hooibaal of zo kan er toch nog wel bij. Waar had ik die ook alweer? Even filteren hoor. Even filteren. Kijken, waar is mijn hooibaal? Hier. Hier, doen we die er nog even bij leggen. Zo, voor in de stal. Omhoog doe je trouwens met knopje 9. En naar beneden met knopje 0. Kijk, en 9 en 0. Voor de mensen die het graag willen weten. Daarmee doe ik ook vaak wat dingen zo op elkaar leggen en zo. Kijk, mijn hooi stukje. Gezellig. Leuk, 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 leuk. Zou je ook een kat of een hond kunnen maken? Ja, ik wil dat wel, maar ik weet niet of ik mijn huishouden nog kan aanpassen. Ik kreeg gisteren wel een goede cheat van Ilona, dus misschien dat ik het daarmee kan doen, want die moet ik natuurlijk vanaf het begin af aan al aanmaken. Ik wil dit niet, want door al die planten komen de insecten en die vind ik niet echt leuk. Oké, nou, het ligt eraan wat voor insecten, want als er allemaal bijtjes en zo op afkomen, dan vind ik het wel leuk, want ik vind bijtjes wel heel lief. Maar wespen en zo... Die krijg je sowieso wel hoor, want wij hebben niet zulke planten in de tuin, dan heb je ze alsnog. Het wordt weer tijd voor je camera reset. Het wordt weer tijd voor de camera reset. Oh jee, nee, hij was pas 3 kwartier, maar ik zal hem even resetten. Ik zal hem even resetten, gewoon voor de zekerheid. Zo, hallo. Hij is weer gereset. Maar hij had nog 20 minuten hoor, dus het kan wel. Echt leuk, echt leuk. Even kijken. Verfje. Ik moet nog even wat meer zo. Want hierachter ben je natuurlijk wel echt iets minder je gras aan het maaien en zo. Kijk, hoppa, hier een beetje zo. Die blaadjes hier zijn ook zo leuk. Hoe komen we aan die blaadjes? Welke is dat? Of zit dat gewoon standaard op je erf? Kan ik dat weggummen? Nee, ik kan het ook niet weggummen. Voort het hierbij? Nee, ook niet. Zit het gewoon standaard al op het erf, die blaadjes dan? Mag ik voor jullie een hoordeur? Een hoordeur? Ja hoor, bestel maar. Rick die vraagt in de tussentijd, mag ik voor hier een hoordeur kopen? Ja, we hebben elke keer 's avonds hebben we het warm en dan willen we de deur openzetten. Maar er komen natuurlijk vet veel muggen binnen. Dus we hebben nu al heel vaak gehad dat ik dan al die muggen 's avonds nog samen met Rick staat op te zuigen. Dus Rick die zegt net, kan ik niet een hoordeur bestellen voor hier nu, dat we gewoon dit dicht kunnen doen? Ja, is misschien wel een goed idee, doe maar. Je kan ook bijen nemen. Echt waar? Zitten die er ook in? Jeetje, dan heb ik wel veel te doen hoor. Ik woon hier in mijn eentje in deze mega, mega boerderij. Ik moet al zorgen voor mijn koe en zo meteen voor mijn lama, voor mijn kippies. En zorgen dat ze niet worden opgevreten door die vos die er gewoon kan komen. Maar ik ga vriendjes worden met de vos, oké? Ik ga zorgen dat hij gewoon niet mijn kippies meer gaat aanvallen. Dat we gewoon vriendjes met hem gaan worden. Wordt echt heel leuk. Wordt echt heel schattig. Het is jammer dat dit er in de bouwmodus zo stom uitziet. En dat we niet hier gewoon al zo lekker zien staan en zien bewegen en zo. Dat zou het wel nog leuker maken. Ja, heel schattig. Erg leuk. Ik zit nu even te denken, wat gaan we nu... Mensen roepen opslaan. Ja, heb ik net gedaan. Heb ik net gedaan. Ik ga heel even kijken, want als het goed is... Kan ik al die diertjes via de voorwerpen gewoon erbij doen? Want zo hebben we de dierenstal. Deze konden we natuurlijk gebruiken voor de koe, voor de lama. Nou, die hebben we. Je hebt het kippenhok, die heb ik gehaald. Je hebt een kruidenierswinkel. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Kan dat ook open?
Kan ik daar even alles zitten verkopen en zo. Wat leuk. We hebben een tuinwinkeltje. Oh. Wat schattig. Ik zag al wel van die leuke picknickbandjes. Wat is dit? Herwonnen bar, het Vossel. Oh, zo'n buitenbarretje of zo. Of nee, van binnen kan natuurlijk ook. Oh, die is ook wel heel erg leuk. Maar goed, voor de dieren. Waar zouden die van de bijen moeten zitten dan? Kijk hoe schattig deze trouwens is. Die vind ik ook echt geweldig. Bijen. Nee, nog niet. Ik zat eerst even te kijken wat hier allemaal bij zat. Met de potjes en zo. Ja, dat is allemaal voor binnen. Een telefooncel. Die hebben we ook gewoon hier erbij. Oké, die vind ik wel heel random. Wel van die schattige... Leuk. Maar niet iets voor bijen, toch? Of kijk ik nou zo gek? Nee, toch? Bijen zitten niet in dit pakket. Dat zit in seizoenen. Oh, oké. Vandaar. En dan zouden we hem wel bij kunnen doen. Want die moet ik dan wel hebben. Bijenkorf. Nee, dat is muurpatronen. Bijen... Ja, je hebt gelijk. Een bijenkastje. Ah, oh, nou zullen we die er ook bij doen dan? Doen we die in het geel. Oh, die is lief. Waar gaan we die neerzetten? Gaan kippen en bijen goed samen? Hebben die geen last van elkaar? Nee, toch? Hier, dan kan die wel hier zo. Doen we die hier zo. In dit stukje zo erbij. Even kijken. Dan doen we hem zo. En dan staat hij een beetje in een kuil. Want ik had dat iets verlaagd. Dat vond ik wel leuk. Maar niet als ik daar de bijtjes dan wel neerzetten. Oké, wat is de voorkant van de bijtjes? Ik gok hier zo. Kijk, dan doen we de bijtjes hier. Dan kunnen we hier zo bij de bijtjes kijken. Hey, dankjewel Brechtje voor de superchat. Super lief. Heb je de rode schuur al gemaakt? Nee, ik was hem hier aan het bouwen, maar dat paste niet bij het huis. Dus ik heb hem een beetje in dezelfde stijl doorgetrokken. Wel net met iets andere spullen, zodat het wel wat schuurderachtig leek. En niet zo luxe als... Ja, het is niet een woord, hè? Maar meer schuurachtig leek en niet zo leek op de stenen van het huis, zeg maar. Dus vandaar dat ik hem wel met hout boven heb afgewerkt en zo. Dit zijn trouwens gewoon twee voordeuren die ik zo naast elkaar heb gezet. Dus waarschijnlijk als ze naar binnen gaat, gaat ze of door die. Maar daardoor zag het er wel wat luxer uit, vond ik, om het zo te doen. En dus aan de zijkant van deze ramen die wel dus uit die nieuwe landelijk leven pack komen. Oh, ik vind het zo leuk. Ik vind het zo gezellig. Ik vind dit zo leuk. Wanneer gaan we zo'n huis kopen? En dan moeten we echt, dan moeten jullie me komen helpen. Ja, dan moeten jullie komen helpen met al het onkruid weggaan en voor de kippies zorgen en zo. En dan zet ik wel een kopje thee voor iedereen. En met z'n allen deze tuin onderhouden. En dan gaan we allemaal knuffelen met de kuikentjes en met de koe en de lama. Oh, dat zou zo gezellig zijn. En de eendjes. Echt superleuk. Nou, voor de achterkant, jongens, heb ik nog totaal geen inspiratie. Kijk hoe dat eruit ziet. Ik wil wel hier een heel schattig hoekje maken waar ze lekker kunnen zitten. En ik blijf wel bij de kronkelpaadjes, want dat vind ik wel echt heel goed erbij passen. Dus we gaan wel... Volgens mij heb ik hem eentje groter. Nee, is een beetje te groot. Kijk, ik wil wel hier zeg maar echt lekker die kronkelpaadjes zo houden door die hele tuin. Maar hoe precies weet ik nog niet. Ik denk dat het wel leuk is om hier naartoe te gaan. Als je een leuk idee hebt, dan roep maar hoor. Kijk, en dat je hier bijvoorbeeld dan een rond terrasje hebt. Ik had het misschien beter met een grotere brush kunnen doen. Dan was hij ook mooi recht geweest. Maar, hè? Maar dat hier dan bijvoorbeeld zo'n rond terrasje komt waar ze dan lekker zo'n brokantachtig tafeltje of zo ook hebben. Ik heb hier ook maar van wat gaten erin gemaakt. Ik vond het dan zo jammer als het gewoon helemaal recht was. Iemand zegt dat houten krukje moet je bij de voordeur zetten, alsjeblieft. Oké, ga ik dat eerst nog eventjes doen. Je onderbreekt me maar gewoon in mijn verhaal, is oké. Ik zal alles laten vallen voor het houten krukje. En dan bedoel je natuurlijk deze, hè? Dat houten krukje met die dingetjes erop. Kijk, hè. Die zo leuk is. Deze. Oké, zetten we die hier zo neer. Vinden jullie ook die tegeltjes niet echt perfect erbij passen? Kijk, hoppa. Doen we die daar, goed? Je hebt gelijk, dat staat echt superleuk. We moeten ook nog nadenken over de belichting van ons huis, hè. Want het ziet er echt ook nog heel droevig uit s'nachts. Kijk maar. Echt, we hebben nu één lamp. Dat is die ik nu net moet neerzetten. We hebben echt één lamp. Dus het is nu echt nog een spookhuis. Maar dan gaan we ook nog vet mooi verlichten. We hebben nog genoeg te doen.
aan dit huis. Als je dit dan toch helemaal hebt gedaan, dan ga je toch nooit meer verhuizen? Dan heb je daar toch geen zin in? Dan moet je dit bij een ander huis weer helemaal zo gaan maken. Ja, of je moet het zo kopen, maar ik denk niet dat dat hetzelfde is als dat je dit echt helemaal zelf bouwt. Ik denk trouwens dat ik die zithoek niet daar ga doen, maar meer hier. Dus ik denk dat ik hem dan een beetje die kant op wil hebben. En dat je daar dus echt tussen de plantjes doorloopt. Oh, doe ik het weer. Zal ik hem nu gewoon even wat groter zetten? Kijk, dan hebben we tenminste ook rond. Dat je hier dus bij zo'n terrasje uitkomt. Dit kan hier wel weg. Dat kunnen we straks zelf ook al bedenken wat we daar willen. We moeten natuurlijk nog vanuit hier kunnen doorlopen. Want anders slaat achterom natuurlijk nergens op. Ik had het nu zo. Misschien dat ik deze dan maar gewoon even helemaal opvul met steen. Zodat daar van die plantjes staan op in een potje of zo. Is misschien wel leuk. Een zwembad. Ja, ik weet niet of ik dat echt vind passen bij dit huis. Heel eerlijk gezegd, een zwembad. Ik denk dat ik eerder dan hier het gedeelte van de lama wil hebben. En gewoon van dat soort gezelligheid. Dan dat je hier echt een zwembad hebt zitten, zeg maar. Ik denk niet dat ze daar ook tijd voor heeft als ze voor al die dieren moet zorgen. Even kijken, misschien dat ze hier dan zo bij de lama uitkomt. En dan zo naar het terrasje toe. Zoiets. Het ziet er nu nog een beetje raar uit en kaal. Maar het kan best leuk zijn en dat we dan hier de lama-stal bouwen of zo. Echt toch wel tof hoor. Kijk nou toch. Echt zo schattig wordt het. Tenminste, aan de achterkant wel veel bomen. En ja, precies, een picknickhoekje. Nou, dat dacht ik, dat is misschien wel leuk om dat onder de boom te doen. Dat dat meer een beetje een natuurplekje wordt. Dan doen we dit een beetje ingebouwd met bomen en struikjes. Dat we hier dan een bistro-setje neerzetten. Ja, dit zou dan wel heel veel planten worden. Dus misschien moeten we hier ook nog iets doen. Of een put of zo. Hebben we dat? Een put? Wat zouden we daar doen? Een schommel? Nou ja, precies, dat zou hier kunnen. Kijk, ik zal deze nog even... Hey, had ik niet die? Had ik deze? Nee, ik had wel deze, maar hij stond denk ik wat minder fel. Kijk, dan kom je via die kant. Kan je hier nog naartoe? Zo. Die heb ik al wel een beetje zo kronkelen gedaan. Want die gingen we dus blijkbaar laten staan. Ik wist ook nog niet wat ik met die hekken wilde hoor. Dus dat heb ik ook nog gewoon zo gelaten. Een theetuin. Ja, precies, dat het een beetje zo'n soort vibe krijgt inderdaad. Ik ga even wat drinken. Mijn arm begint trouwens wel zuur te voelen hoor. Oh, ik kan echt niet meer hoger dan dit. Mijn arme arm. Ja, een prieltje. Oh, we wilden nog dat kassenhuisje. Oké, er komt weer de water ASMR jongens. Nee, ik doe hem nu niet. Ik ga nu gewoon water drinken, oké? Kijk, ik moest me inhouden om het niet te doen. Ik heb het niet gedaan. De kast met plantjes. Die moeten we nog. Waar doen we die dan? Doen we... Hè? Waar doen we die dan? En dan... Oké, wacht. Ik heb een idee. Ik heb een idee. Nee, wat doe ik nou? Even mijn gum. Oké, we gaan dit even weghalen. Ik heb een plan. We gaan namelijk... hier het zithoekje toch wat dichterbij maken. Kijk, want ze heeft op zich toch zon hier in de middag. Dus dan is ze blij. Kijk, dan komt het zithoekje hier zo. Doen we hier wel leuke plantjes omheen. En dan doen we hem even iets kleiner. Kijk, dan gaat dat paardje er zo naartoe. Een beetje gekronkeld, want dat past wel bij de rest van de stijl. Deze gaat uiteraard zo richting de lama. Want die komt hier... een beetje zo in dat gat en dan hier zo. Ik denk dat dat wel leuk is. En dan moet je natuurlijk wel kunnen komen. En misschien dat ze dan hier, dat we hier dan het plantenkastje kunnen maken. Een zitkuil met bankjes en een kampvuur, dat is ook een leuk idee. Oh, niet zoveel leuke ideeën. Want ik denk niet dat we alles dan in de tuin gaan kwijt kunnen. We maken gewoon, als deze af is, gaan we gewoon nog zo'n boerderij maken. En dan doen we allemaal andere ideetjes. Oh, het is zo schattig. Het is zo leuk. Ik vind mijn tuinierenkunsten niet eens heel slecht. Kan best. Als dat gewoon je stijl is. Gewoon alles door elkaar heen. Kan dat best. Het is echt zo leuk. Och, zo schattig. Oké. Okay. I like. Ja, als ze dan naar de kast gaat. Onder die kast. Dan moet natuurlijk wel even iets van stenen. Want anders is het raar. Je hebt in je kast wel stenen eronder. Dus dat zou... Dat zou dat... Hé, waar doen we die nou?
Nou, ik doe even gewoon wat. Weet je, we zien later wel hoe ik dit precies ga doen. Dus ik doe nu gewoon even van dit komt ongeveer hier, oké? Zodat we zo meteen weten van oké, dat gaan we doen. Want ik weet het nog niet precies. Maar ik denk dat het zoiets gaat worden. Kastje, laarmaatje. Misschien dat dat heel leuk wordt. Anders dan vegen we het weer weg. Het is zo weer weg als we het niet mooi vinden. Ja? Is dat hoe we het doen? Ja! Yay! Oké, dan is dat hoe we het doen. Deze kan ik wel eventjes nu een beetje netter aanleggen. Dan doen we die in ieder geval zo die kant op. Zoiets. Hij loopt hier net niet lekker, maar dat doen we zo meteen wel steentjes overheen. Oké, dan gaan we hier straks wat op bouwen. Dan gaan we even kijken. We gaan een lama aanschaffen. Lama, dierenstal. Waar is dierenstal? Dier in tenieren. Ja, de lama krijgt wel een andere kleur. Hey, dankjewel Nienke voor de superchat. Wat een geduld heb jij voor het inrichten van de tuin. Dus alleen maar een compliment. Ja, maar ik doe er echt lang over. Ik vind het ook echt heel leuk. Ik vind wel het inrichten het leukste gedeelte. Dus het is niet dat als ik het in mijn eentje wil, gaat het wel iets sneller. Want dan zit ik niet zoveel te kletsen. Dan ben ik gewoon stil. Dus dan gaat het echt een heel stuk sneller. En soms ook zelfs iets beter. Maar dan alsnog ben ik wel echt de hele tijd van dit. Och, 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 och. Oh, kijk nou. Oh, liefje, kom. Moet je, vooral dat. Kijk nou. Oh, moet je kijken. Oh, kijk nou, zo schattig. Oh, kijk wat ik heb gemaakt. En ik vind dat gewoon leuk. En ik vind dat gewoon heel erg lekker om hiermee bezig te zijn. Ik heb uiteindelijk helemaal het gevoel dat ik hier gewoon woon. Ik ben gewoon net zo'n klein kindje dat een poppenhuisje aan het inrichten is. Oh, gewoon. Zo schattig. Heb ik trouwens wel hoor. Als we met de kinderen met de Playmobil, als ze het dan mooi ingericht willen hebben of zo, dan vragen ze mij. En dan ben ik altijd helemaal blij. Zo van yes, ik mag dat doen. En dan ben ik ook gewoon een paar uur weg. En dan ben ik alleen maar het poppenhuis aan het inrichten. En wees dan stil. Ja, dat zou kunnen. Maar dat kan ik dan toch ook weer niet. Zo. Hey, welke kleur kiezen we? Want het lama doen we wel in een andere kleur. Maar ik wil wel dat het bij het huisje past. Dus dit vind ik dan bijvoorbeeld best alweer grijs. We hebben daarom expres aan de voorkant voor zo'n bruinige gekozen. Doen we hierachter dan ook weer een bruinige of doen we wel iets anders? Wat vinden jullie? Kijk, dit is wel een andere. Hij is wel in dezelfde bruinige stijl, maar kijk, hij is wel anders dan die aan de voorkant. Is dat leuk? Zullen we eens kijken hoe dat staat? We doen hem wel weer een beetje schuin. Oh jee, kan ik hem nu nog pakken? Ik heb hem echt zo ver naar buiten gegooid. Op zich is dat wel relaxed. Als we hem gewoon even een beetje buiten de kavel erbij doen, dan hebben we gewoon een beetje erbij gesnoept. Kijk. Hoppa. Hier doen we ietsje zo, dan kan hij er tenminste ook lekker uitlopen, ons lamaatje. Ja, bruin. Deze. Oké. Een wensput. Ja, ik weet niet of die erin zit. Gaan we zo ook even naar kijken. Ik heb niet alles tegelijkertijd, hè? Alles op zijn tijd. Oké, we gaan voor een hekje. Want anders loopt mijn lama weg. Oké, die kan niet zo ver op het randje. Dan doen we deze ietsjes naar voren. Zo. Ja. En dan doen we deze hier zo. Dan heb je gewoon een lama in je achtertuin. Och, schattig. Zo schattig. Ik heb dit trouwens wel verlaagd. Misschien is het wel een beetje te laag eigenlijk. Ik weet niet of de lama daar blij van wordt. Als het goed is, kan ik hem nog wel een beetje vlak maken. Dus ik denk wel dat ik hem even iets meer. Oh, goed ga trekken. Oh jee, oh nee, nou krijgen we dat het zo lelijk wordt. Oh nee. Nou, ik maak het gewoon even vlak. Want ik denk dat dat anders helemaal niet handig is om een lamaatje zo. Met al die kuilen. Kijk, doen we hem zo. Ja, dit ziet er beter uit. Dan hebben we het hier wel. Want ik vind het wel leuk als het een beetje zo gaat, zeg maar. Dit is voor je terras trouwens niet echt heel erg chill, trouwens. Je wil wel dat je terras wel een beetje recht is. Dus dan doen we hem hier wel. Oh nee, doe het netjes, alsjeblieft. Doe het netjes. Wow, dan krijgen we een diepe kuil. Oké, nee, dat wordt hem niet. Dat ziet er heel raar uit. Ik laat het wel gewoon zo. Kijk, dan is het voor het terras maar een beetje raar. Dat is oké. Is oké. En anders dan spuit ik hem zo meteen even opnieuw. Doen we dit even heel licht. Even kijken. Dat kan ook toch? Hij hoeft er niet meteen zo hard de grond in te gaan. Dat hij even een klein beetje. Anders is het allemaal zo recht. Het is toch nooit zo recht allemaal in een tuin? Rick, kan je aan Maris uitleggen hoe je een dier aan je huishouden toevoegde?
Ja, ik wil wel zo'n hond er nog bij, maar dat hoeft niet nu hoor. Oké, okay, ik weet hoe het moet. Oh, oké. Okay. Rick weet hoe het moet. Ja, is dat hetzelfde als hoe je ook een extra sim nog toevoegt? Want daar is... Nee, je kan gewoon die familie aanpassen. Oh, dat kan wel. Al wel. Je moet wel een cheat voor hebben. Ja, ja, dat heeft Ilona me gisteren gestuurd. Maar dan kun je ook mij toevoegen, dan kan ik helpen met werken. Ja. Ja, dat is inderdaad wat... Wat Ilona me gisteravond heeft gestuurd. Zal ik deze ook niet helemaal dicht doen? Gaan we gewoon kijken of deze ook niet wegloopt? Kijk, dan doen we hem gewoon een beetje zo. Even kijken hoor. Ik denk misschien iets korter zelfs. Oh, ja. Deze ook even iets korter. Zo, ik denk dat ik het gewoon even zo laat. Oké, wat heeft de lama allemaal nodig? Een beetje schaduw. Zo. Dus hij krijgt zijn eigen boompie. Kan ik hierachter niet ook nog even een boompje erbij kwijt? Zo. Ja. Maar ja, hoe lang ik er dus altijd mee bezig ben. Oh, een moestuin. Dat wil ik ook nog. Dat kan ze niet. Ik kan ze niet alles kwijt in één zo'n kavel. We gaan echt meerdere maken. Maar over het feit dat ik er dus al zo lang mee bezig ben, dat was ik dus met video's ook altijd. En dan moest ik altijd van deze video's, of van deze tijd dat ik ermee bezig was, een video maken van zo'n 20 minuutjes, een half uurtje. Want dat vond ik altijd al heel erg lang om helemaal in te spreken, omdat het anders zo saai was om naar te kijken. Omdat ik niks zei natuurlijk tijdens het bouwen zelf. En dat was echt al zoveel werk om er dan zo'n korte video van te maken. Als je nu dus ook ziet hoe lang ik ermee bezig ben, dan snap je dus wel heel goed waarom. Dus dan is dit misschien handiger. Doen we het gewoon live. De lama heeft zichzelf nodig. Dus lama. Ja, maar dan moet ik zo meteen weer even terug naar de speelmodus. Als het goed is weten we nu hoe we de season kunnen aanpassen. Dus dan hoef ik niet meer zo moeilijk te doen de hele tijd. Ah, oh, dit wordt al leuk. Ik wil wel hier trouwens ook even van die stenen eromheen. We gaan even een heel saai klusje doen, oké? Okay? We gaan even... Hebben ze niet zo'n voederbak? Ja, dat weet ik dus niet. Ik weet niet of dat erin zit. We gaan even heel saai steentjes neerleggen. En niet de meest spannende klusjes om naar te kijken. Maar dan kan ik in de tussentijd wel weer eventjes ook de chat lezen. Anders ben ik alleen maar aan het nadenken. Aan de voorkant onder die boom, aan de schuur, daar kan een bankje. Dat is super gezellig. Oh, dat moeten we natuurlijk ook nog gaan toevoegen van die leuke bankjes. Ik had gisteren een bankje samen met jullie gekocht. Maar die had ik uiteindelijk weggehaald. Omdat ik iets anders op de veranda ging zetten en het huis had verplaatst. Dus toen was hij onder mijn huis gekomen. Dus nu staat er helemaal niks meer op mijn veranda. Maar dat met die veranda inrichten, dat doe ik vaak met de inrichting van het huis mee. Dus van die bankjes, daar denk ik dan eigenlijk nog nooit aan. Ik ben nu maar alleen aan het focussen op plantjes. Vooral plantjes en steentjes vandaag. Kijk, dan gaan we hier zo meteen weer plantjes in zetten. Dit wordt weer het plantenstuk. Dit laten we open, want dan hebben we daar een plekje om naar de lama te kunnen. Lama's lopen niet weg, toch? Een pond is ook erg leuk. Ja, dat is toch gewoon zo'n vijvertje. Net zoals ik aan de voorkant heb. Dat wil je hier aan de achterkant ook. En dan voor de lama of zo. Dat is op zich wel schattig. Kijk, dan maken we deze even af. Die gaat dan zo helemaal naar het tuinkastje toe. Wat ook wel leuk is, is trouwens zo'n watertje waar je dan gewoon overheen kan stappen. Met van die staptegels erin of zo. Ik weet niet of ze er dan ook echt er overheen kan stappen. Maar dat zou wel heel leuk zijn. Zo, deze mag wel even iets kleiner trouwens. Die is me wel erg groot. Zo, een paar steentjes ertussendoor voor de mooi. Ik heb een puppy gekregen en hij kijkt mee met jouw stream. Oh, hallo puppy. Wat lief. Dat is wel echt heel schattig. Plast hij ook in huis en zo? Dat doen ze wel altijd, hè, die puppies. Dat is altijd het minder leuk, het zindelijk maken. Maar als ze eenmaal zindelijk zijn, dan is dat wel fijn. Dat is wel het handige van katten trouwens, want daar heb je dat niet mee. Die zijn eigenlijk altijd meteen zindelijk. Welke lama ga je kopen? Ja, goede vraag. Zijn er meerdere lama's te uitkiezen dan? Want ik heb gisteren natuurlijk alleen maar een koe gekocht. Waarom klik ik altijd de verkeerde aan? Waarom? Geef me modder. Hier gaan we zo meteen weer de plantjes inzetten. Kijk, dit wordt weer helemaal plantenstukje. Dat is wel heel veel hoor. Ik denk niet dat ik hem helemaal ga vullen. Maar ik denk in ieder geval dit stukje wel. Want dit stukje gaan we opvullen met plantjes. En hier komt dan de kas.
Dat is leuk. Dat ziet er gezellig uit. En dan doen we hier ook wel nog een beetje plantje, maar dan niet te veel. Doen we dat een beetje vergelijkbaar met dit. Zal ik even kijken voor een bankje? Ik had gisteren zo'n leuk bankje. Welke is dat? Welke had ik gisteren dan? Welke had ik gisteren? Waar is die nou? Oké, wacht. Dat gaan we anders doen dan. Waarschijnlijk zagen jullie hem alweer. Hè? Waarschijnlijk zagen jullie hem al lang voorbij komen. Even kijken, hij zat hier tussen. Of zocht ik op schommelstoel of zo? Ah, hier is hij, kijk. Oké. Waar wilde je dat bankje? Waar zei je dat? Was bij het schuurtje, toch? Bij het boompje hier zo. Ik weet niet of je hem hier bedoelde. Maar ik vind dit wel een heel leuk plekje ervoor. Kijk, doen we hem zo. Smokkelen we weer stiekem een beetje erf erbij. Kijk, hoppa. Zo doen we dat. Zo doen we echt Hollanders dat. Gewoon een klein beetje kravel mee snoep van de buurman. Ken best. Ziet hij toch niet. Zo doen we net even een randje eroverheen. Kijk nou. Dat is inderdaad wel leuk. Ik weet niet of je hem daar bedoelde. Maar ik vind dat wel heel leuk. We hebben een schommel. Nou heb ik daar hier in de voortuin niet echt meer plek voor. Tenzij we bij de koe aan het schommelen zijn. Maar dat vind ik een beetje raar. Dus die laten we wel gewoon even zo. Hé, hey, zien jullie wat ik zie? Er komt hier iets door mijn dak heen. Dat vind ik niet mooi. Dan doen we even iets meer. Kijk, opgelost. Beter. Oké. Zal ik even teruggaan naar de speelmodus? Zullen we even een lama gaan uitkiezen dan? Maar moet die lama dan niks? Behalve misschien een hooibaal of zo? Dat kunnen we er wel bij doen. Kijk, hebben we hier ook even hooi staan zo. Kijk, hoppa. En hier nog eentje. Heeft hij voor de rest niks nodig? Hij hoeft echt helemaal niks. Geen fruitje, geen... Geen weet ik veel. Heeft hij echt niks nodig? Ja, het zal wel niet dan. Is er nog een lampje erbij? Dan kan hij ook s'avonds wat zien. Oké, we gaan hem opslaan. Ik ga even terug naar de game. Dan gaan we een lama uitzoeken. Oh my god, ik heb een goed idee. Je kan nog een boomhut maken. Ja, dat zei iemand net ook al. Dat is, ik weet niet of dat gaat. Is dat een beetje te doen? Kijk nou hoe schattig het al wordt. Zo lekker volgebouwd. Vooral als je dat vergelijkt met zoiets als dit. Mega volgebouwd. Oké, we gaan spelen. Let op de muziek. Ja, een prieltje kunnen we misschien ook nog wel maken. Maar ik weet niet hoeveel ruimte we nog hebben hoor. We zijn echt al best wel ver. Ja, spulletjes. Je ziet een soort kraken sushi. Die zit hier achter op de tafel. Kijk, volgens mij... Kun je er net zien in de stream? Kun je er net niet zien in de stream? Oh nee, deze arm doet zeer. Dan moet ze op die andere zitten. Ja, ze zit net te ver weg. Ze zit op de tafel achter me, maar je kan haar net niet zien. Oké, we gaan een lama kopen. We gaan een lama uitzoeken. Even kijken, heb ik haar niet voor nodig? Dat kan ik gewoon zelf. Oh, oh, waar ga ik helemaal heen met mijn camera? Dier kopen. Nou, we doen een witte lama, oké? Okay? Niet een beige. Ik wil graag een witte. Yes. Komt u maar. Kom maar naar buiten, lama. Ah. Oh, oh, zo lief. Oh. Wat ga je daar doen? Gewoon zomaar random staan? Oh, kijk maar lama. Kijk nou, hoe lief die is. Dat is een alpaca, toch? Ja, ze noemen het hier een lama. Oh, oké. Ze noemen het een... Oh. Witte lama scheren staat er ook. Witte lama naar binnen sturen. Oh, gezellig doen. Overstelpen met liefde, uiteraard. Ja, ik weet dat je heel veel honger hebt, lieve schat. Ik heb nog steeds geen keuken. En de McDonald's is blijkbaar dicht of zo. Daar kan je maar niet naartoe. Je kippen hebben honger. Oh ja, al die mensen waren hier. Niks kletsen. Nee, niet met al die mensen kletsen. Gewoon naar je lama toe. Ach, kijk hoe sad ik ben. Ik heb zo'n honger. Oh, en dan moet je echt per se je lama knuffelen. Maar je moet. Ik zorg nu al slecht voor mijn sim. Oh, zo erg. Zullen we hierna maar even een keuken gaan bouwen? Dit kan echt niet. Oh, je boom. Wat? Hoezo? Hoezo kan je daar niet heen lopen? Hoezo? Wat? Hoezo niet? Hoezo niet? Wat? Is het opgesloten in het hok? Wat is het probleem? Er ligt toch ook niks op het pad?
Die steentjes die liggen gewoon aan de kant. Daar zouden ze geen last van moeten hebben. Het is een vet breed pad. Zo dik is ze niet. Loop eens door. Ga eens even knuffelen hier. Gezellig doen. Ga eens gezellig doen. Oh, nou kan ze er wel langs. Oh, ze kon gewoon niet meer verder lopen van de honger waarschijnlijk. Ja, hou nog... Nee, huh? Oh, slip on. Hoezo, slip on? Je kan er gewoon heen. Doe het. Wat zit ze nou te mopperen? Hè? Huh? Hoezo kan ze er niet heen? Hoezo kan je er... Nou, je kan wel hierheen. Hierheen gaan. Oh, is het misschien omdat ik hier een kuil in heb gemaakt? Kan ze daar niet overheen lopen? Jawel, toch? Je kan toch gewoon lopen in een kuil? Ja, wat een onzin. Je kan toch gewoon gezellig doen? Oh, ik kan er niet komen. Ja, maar hoezo kan ze daar niet komen? Oké, wat is het probleem? Hallo, ik kan niet komen. Nee, hoezo? Is deze het probleem? Ik leg hem even aan de kant. Doe gezellig doen met je lama. Dat was serieus het probleem. Oh, oh, oh. Dat was niet de... Oh. Oh, die lama vindt me echt niet leuk. Nou, wat is dit nou? Heb ik helemaal met dikke vette honger vet veel moeite gedaan om met je te komen knuffelen. Ik heb een vet mooie achtertuin voor je gebouwd. En hij spuugt me gewoon onder. Nou, en hij vindt me stom. Nou, lekker dankbaar beest, joh. Echt, wat een, ik vind het geen lieve alpaca meer. Ik vind het of geen lieve lama meer. Stinklama. Ik ga je op de markt zetten. Nou, tot zover de lama. Echt superleuk. Echt helemaal blij mee ook en zo. Echt. Ik ga even mijn muggenbult... Oh, is dat zo erg? Ja. Ik heb muggenbulten. Nou, wat vonden jullie van mijn lama, jongens? Het is echt wel een hele lieve lama, hè? Echt een heel leuk beest. Echt zo leuk. Ik denk dat ik nog een beetje vriendjes met hem moet worden. Want tot dusver vindt hij mij niet superleuk of zo. Helaas. Oeh. Nou zit ik in de herfst te bouwen. Wat een challenge. Het ziet er dan meteen echt zo anders uit. Ik vind het in het spelen wel mooi. Stinklama. Ja toch? Belachelijk. Ja, moet ik maar even focussen op de keuken dan. Ja, weet je mensen, ik word een klein beetje moe. Dus ik denk eigenlijk wel dat ik wil gaan stoppen. Dus, maar dat vind ik wel zielig voor haar. Want dan betekent het dat ze nog langer met de honger moet rondlopen. Maar dan gaan we... Oh, echt waar? Oh, en ik heb ook een beetje trek. Dus ik moet even wat gaan eten. En ik moet even gaan stoppen. Want ik word moe. En ik heb echt... Oh, een zware arm. Nadeel van de vaccin, hè? Dan krijg je echt een lekkere lamme arm van. Dus, ik ga volgende keer een keuken voor de bouwen. Ja, ze zal het toch nog even moeten doen met honger. Helaas. Maar het wordt wel echt heel leuk. Ik kan me al helemaal voorstellen hoe het er zo meteen uitziet. Nee, niet stoppen. Yes, sorry. Ik moet af en toe ook denken aan mezelf. En jullie willen ook vast lekker gaan slapen. Tenminste, denk ik, lijkt me wel handig. En ik was vanmorgen vroeg op, hè? Want ik heb me niet verslapen. Bijna. Dan wekker ik niet vanmorgen. Maar Rick die kwam me wakker maken om 9:15. Dus we hadden niet zo heel veel tijd meer. Dus, maar ik heb me niet verslapen in ieder geval. Maar ik was al wel vroeg wakker. Dus ik ga nu voor nu lekker stoppen. Ik ga jullie in ieder geval nog laten zien wat we dus weer hebben gemaakt. Prachtig verblijf voor mijn allerliefste lama. We denken hier zo meteen eens leuk de plantjes en de bistro setjes. En hier zo'n mooi... plantenkastje. Ah, dat wordt echt ontzettend leuk. Ik vind het echt helemaal geweldig. De voorkant. Kijk, we zien nu eventjes leuk met de diertjes er weer in. Kijk, dat ziet er ook weer helemaal gezellig uit. Ook beter met minder van die beesten erin. Al die mensen voor mijn deur. Ga weg. Ik ben introvert. Ik hou niet van zoveel bezoek als ik ergens net woon. Laat me met rust. Oké, ik doe snel weer pauze. Snel weer naar het bouwen. Echt superleuk wordt dit. En die kippies ook. Oh, mijn kuikentjes zijn in slaap gevallen. Arme kuikentjes. Nou, we hebben best wel veel gebouwd. Ondanks dat het niet zo heel veel leek. Omdat we eigenlijk vooral heel veel plantjes hebben zitten. Maar we hebben best wel veel gedaan. Het ziet er leuk uit. Dus, ik ben blij dat ik het samen met jullie heb gedaan. Jullie hebben me goed geholpen. Anders had ik heel veel keuzes niet kunnen maken. En dan had ik nu in één keer het volgende keer laten zien. En dan was het meteen... Ja, ik heb wel een klein beetje er wat aan veranderd hoor. En dan had het er meteen helemaal zo uitgezien. Dat was ook niet leuk geweest, toch?
En hadden we ook nooit geweten hoe het was dat die zwanen zo met z'n allen opgeprakt zaten en zo. Bestel een pizza voor je sim. Dat is slim, inderdaad. Dat is slim. Oh, en zei je dat? Ik zei net, je hebt toch een mobiel, want er staat nog een pizza. Oké, okay, nou, zal ik dat nog even doen dan? Eens even kijken. Walgelijk doen? Nee. Hoe, oh, wacht. Hier is mijn mobiel. Mobiel. Eens even kijken, hoe doen we dit? Reizen? Nee. Werk? Nee. Huishouden? 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 Iets bestellen. Het internet werkt niet. Zonder een stroombron buiten het netwerk. Ja, je zit op het platteland natuurlijk. Oh my god. Heb je hier geen internet? En geen netwerk? Apparently not. Hoe moet zij leven dan? Ze kan niet eens een pizza bestellen. Hoe doe je iets dan? Ze moeten zelf stroom opwekken. Moet ze overal met de fiets dan naar het netwerk en dan of naar het centrum en dan heeft ze daar dan een netwerk om iemand te bellen en zo. En oh my, wat een uitdaging. Nee jongens, nee, ik kan geen pizza bestellen. Ze zal echt zelf moeten koken. In de keuken die ze nog niet heeft. Sorry, je kwam zo dichtbij. Ik had bijna eten voor je besteld. Je had bijna geen honger meer, maar je zal toch nog steeds honger moeten lijden. Het spijt me. Ik weet dat je honger hebt, maar ik heb gewoon echt geen eten voor je nog. Echt heel zielig, hè? Ja, iedereen heeft honger. De kipjes hebben honger. Iedereen heeft honger. Al die mensen voor de deur hebben allemaal honger. Die denken, ja, het is wel een beetje leeg daarbinnen, maar we hebben toch honger. We komen hier eten. Nee, helaas, is niet. Nou, ik ga hem opslaan. Ik ga hem afsluiten. Ik ga jullie meenemen naar het grote scherm. Zo. Dat was het weer voor vandaag. Wel bizar hoor, dat ik gewoon geen... Oh, daar is die telefooncel natuurlijk voor. Ja, ik zie mensen in de chat, maar je hebt toch een telefooncel? Ja, super scherp. Daarom hebben we die erbij gekregen. Oké, die gaan we dus wel plaatsen in de tuin. Dat moet dan wel, anders kunnen we nooit pizza bestellen. Dat kan gewoon niet. Je kan gewoon niet leven. Oh, en je kunt de kaveleigenschappen aanpassen, zegt Chantal. Oké, dat is misschien. Maar dat is wel een beetje. Voelt wel een beetje als vals spelen. Al ja, die cheats die we doen niet. Boerderij bij ons heeft geen stroom. Ja, we hebben wel stroom nodig, toch? Ik bedoel. Ja, nee, maar ik heb toch wel. Nee, heb ik dan ook gewoon geen lampen? Nee, helemaal niks heb je dan waarschijnlijk. Ja, dat kan niet. Dat vind ik echt te veel gedoe. Oké, dat gaan we aanpassen. Ik ben overtuigd. Dat gaan we doen. Oké, nou, hey, mocht je nog niet geabonneerd zijn op dit kanaal, doe dat dan eventjes. Dan kan je in ieder geval altijd in de chat gezellig meekletsen. Ik denk dat bijna iedereen die nu kijkt gewoon geabonneerd is. Maar mocht je dit laten terugkijken, vergeet je niet te abonneren. En dan, als je op het belletje drukt, dan kan je de volgende keer er ook gewoon gezellig live bij zijn. En dan spaar je ook voor de Crea-credits. Dan hoef je alleen maar live voor mee te kijken. Of als je een donatie doet, dan kom je hier in te staan. Dat dus. Dit is tot dusver de top 5. Hij was al heel kort in beeld, hè. Ik zal hem nog een keertje doen. Gaat het nog steeds alles goed met de Crea-credits? Ik heb ze zelfs nog weer beter gemaakt. Oh, Rick heeft ze zelf in de tussentijd nog beter gemaakt, zegt hij. Niet te doen. Die zit gewoon nog steeds te werken, gewoon de hele tijd. Ik ben heel tijd bezig geweest. Oh, wat super lief. En ik maar lekker gewoon een beetje spelletjes spelen. Rick, mijn hart aan het werk. Goed personeel heb ik aangenomen, hè. Dit is het mooiste huis dat ik ooit gezien heb. Ik wil het. Ah, oh, nou, dat is lief, Marielle. Ik zal hem in de dingen zetten voor je in de gallery. Maar ik wacht nog even, want dan doen we nog even als hij ingericht is en helemaal klaar is. Goed? Zodra we helemaal klaar zijn, gooi ik hem in de gallery. Gaan jullie er lekker mee spelen? Of hem aanpassen met alle dingen waarvan je nu dacht van, oh nee, dat is echt heel lelijk. Dat zou ik echt anders doen. Kan je dat helemaal aanpassen? Oké, nou, lieve mensen, ik wens jullie allemaal een hele fijne avond. Heel fijn weekend nog. En dan zie ik jullie heel snel weer. Dankjewel voor het kijken allemaal. Oh, en dankjewel ook weer voor het helpen, Annelien. En ook dankjewel iedereen voor de superchats. En ik zie dat ik mascara hier boven mijn ogen heb zitten. Echt super charmant. Oké, het is nu weg. Wat? Eline was er ook nog eventjes. Dankjewel nog voor het helpen. Rick, dankjewel voor het moderaten. Jammer dat je vanavond niet gedoneerd hebt. Beetje jammer. Oh, wat kan nog? Nee. Je gaat niet doneren aan onszelf. Dat is raar. Oké, Rick wil heel graag nog doneren. Dus we gaan heel snel weg. Nee, je gaat het niet doen, toch? Ik doe niks. Ja, oké. Ik wacht nog wel heel veel, want Rick gaat blijkbaar geld doneren. Jongen, jongen, jongen. Iedereen, fijne avond. Fijne avond. Wat ga je doen in je volgende video op Crea Chick? Is verrassing. Moet ik nog opnemen.
Dus het is nog een verrassing voor mij en voor jullie. Maar wordt vast weer heel erg leuk. Oh, ik ben niet ingelogd. Ah, oké. Okay, nou, dan kunnen we gaan. Nee, Rick die kan zijn superchat toch niet doen. Of toch wel, zegt hij. Oké, we moeten nog even wachten. Ik kan nog steeds niet gaan. Ik kan nog steeds niet weg. En ik maar honger hebben, hè? Oh, wacht, ik lijk mijn sim wel. Ik ga even kijken of ik pizza kan bestellen. Ik heb geen bereik. Ik heb hier geen bereik. Oh, over geen bereik gesproken trouwens. Ik heb een nieuw hoesje. Kijk, hij is lila. Leuk, hè? En kijk mijn popsocket. I'm the queen. Oh, kijk trouwens niet naar mijn lelijke nagellak. Ik dacht, dat ziet niemand. Want ik heb toch mijn handen op het toetsenbord. Maar moet ik ze niet voor de camera gaan houden. En ook niet zo gaan zitten. Want dan zie je dat ik mijn nagels niet heb gelakt. En dat het er niet uitziet. Nou, we wachten nu allemaal massaal op de donatie van Rick. En daar is die hoor. Welterusten allemaal, stuurt Rick. Welterusten allemaal. Thanks allemaal voor het kijken. Tot snel weer. Doei.